Ja! Jawel, ja. We doen het goed, man. We doen het goed, man. Juist. Babber de babber de babber de bab. Welkom bij Einde van de Week Live. Yes. We gaan het weekend in, jongens. En wat hebben we toch een fijne streammiddag voor jullie klaarstaan. Eerst een kleine anderhalf uur Einde van de Week Live met de première van de Dragon's Dogma 2 character van Daan. En ik kan het je beloven, it's gonna be funny. Zeker. Okay. Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja, nee, hij heeft een making-of filmpje gemaakt. En het character krijgen we te zien. Okay. Dus dat wordt heel erg tof. En we hebben vanmiddag de 150ste aflevering van Nerd Culture. En ja. ik ga mijn mond houden. Maar Koos, kan je al een slip... Een, wat hoe heet het? Een slip of the tongue? Tip van de sluier gaan... Just a tip. Ja, het is natuurlijk een enorme mijlpaal die we hebben bereikt. 150 fucking afleveringen. Nooit gedacht dat we dat zouden halen toen we 3 jaar geleden begonnen. Nee, heb je dat nooit gedacht? Nee. Niet overgedacht. Als ik er had over na had gedacht, had ik het wel gedacht. Ja? Nee, ik weet niet zo goed. We namen natuurlijk over van Boris. En voor je het weet, je knippert met je ogen. Ja. En het is aflevering 150. Dus die doen we vanmiddag in een livestream vanaf 4 uur. Samen met jullie. Zeker weten. En ik heb een goede quiz voorbereid. Althans, een goede quiz. Dat mogen jullie bepalen. Maar ik heb een quiz voorbereid. Kahoot. En we gaan hier in de studio krijgen we Yui en Jelle. Die het op gaan nemen tegen 8 van jullie andere gasten. En mogen jullie bepalen wie er de grootste nerd is. Ik heb 6 verschillende rondes met verschillende franchises. Waarbij je je kennis tentoon mag spreiden. En de winnaar hiervan... Alleen maar arthouse categorieën, toch? Wellicht. Kijk, dat ga ik dan niet zeggen nog. Maar de winnaar daarvan, die wint zoiets fucking unieks. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk de 150ste aflevering. Normaal gesproken droppen we dan nieuwe merch. Dat doen we nu ook voor 1 persoon. Precies. 1 persoon die krijgt 1 uniek fucking ding van Nerd Culture. Wat absoluut Nerd Culture 150 omschrijft. Ja. Precies. Dat Vetheid. Is allemaal. Let's. Om 4 uur. 4 uur. Ja. Van nu tot dan ongeveer 1 uurtje of 6 zit je dus gewoon volledig goed. Ik ben net nog even naar buiten gelopen in mijn t-shirtje. Het is het niet helemaal dit weer. Dus wat dat betreft, het schijnt ook nog straks te gaan hagelen en windstoten. Oh ja, hou onweer. Blijf gewoon lekker binnen. Kijk naar ons, support ons, doe met ons mee. Het gaat leuk worden. Ja, en trouwens, ik moet er nog wel heel even bij zeggen. De stream is natuurlijk op een Nerd Culture YouTube kanaal vanaf 4 uur. En op Twitch van GameKings. Ja. Maar wil je meedoen met de quiz? Moet je toch heel even in de chat van YouTube Nerd Culture zien. Ah, kijk, okay. Dus dan weet je dat allemaal. En subscribe meteen. Ook nog eens een keer erbij. That's it. Even kijken, er zit een boer dwars, maar die heb ik nu wel weg. Laat hem maar los, laat hem maar los. Nee, dat gaat zo hard op. Je weet het, we zitten midden in de PC-maart. Denk en dat betekent, nu is het wel het midden. Vorige keer was het niet het midden, maar de 15e mag ik volgens mij, Jelle, ik mag dat toch wel het midden van de maand noemen, hè? De 15e. De 15e mag we zeker. We zitten nu in het midden van de PC-maart. Ja, en, dat zijn we jullie over. Nee, vorige week zei hij hetzelfde. Zeg hetzelfde, ja. Na 1 week. Inderdaad. Ik zeg, nee, dat klopt niet. En dat betekent dat we allerlei leuke dingen doen met onze partner MSI. Onder andere natuurlijk dat deze talkshow weer mogelijk is gemaakt. Maar er is ook de hele maand lang een speciale landingspagina gemaakt. Die laat ik weer even zien. Dat is een landingspagina. Ik heb er al op gekeken, want ik was mijn PC aan het samenstellen. Ja, precies. Dit is het item wat we eruit lichten deze keer. Dat is de MSI Titan 18HX. Dit is het bakbeest. Dit is het bakbeest van bijna van 6000 euro, die nu 300 euro goedkoper is. Geen geld. Het is een troetelkindje. Ja, het is fucking insane wat er allemaal in zit. Misschien een beetje too much. Misschien ook weer niet. Dat maakt niet uit. Voor heel veel mensen inderdaad geen koopje. Nee. Maar hij is natuurlijk net uit. En alle nieuwe shit zit erin. En man, wat sick. Ja, nee, 4 terabyte aan geheugen erin. En RGB in je, je touchpad. Ja. Dat heeft ook nog niemand. Nee. Die kun je dus inderdaad... Dat is op de CES volgens mij revealed. Een RGB touchpad. Inderdaad. Dat heb ik wel vaak gezien, hoor. Ja? Had letterlijk onze Alienware dat ook niet?
Nee, geen RGB. Er was wel light. Dit is de landingspagina. En daar zie je dat er ook wel degelijk... Hè, dus er staan ook gewoon complete desktops bij, monitoren. Maar ook laptops voor een wat andere prijs. Ik zie het hieronder, weet je. Dus ik snap, je kunt van alles en nog wat kopen. Ik zag wat vragen over ook het PC-item. We hebben natuurlijk deze week al het PC-item gedaan met Koos en Steven. Alle trends in de PC. En aanstaande maandag ga ik met Jasper en Koos het tweede item opnemen. En dat is eigenlijk meer de trends buiten de PC. Monitoren, vissen, peripherals, de handheld PC's, al dat soort zaken gaan daar allemaal in terechtkomen. Dus check het gewoon uit, deze landingspagina. Als er wat moois voor je bij zit met leuke kortingen, dan kun je daar gewoon lekker gebruik van maken. Goed. We gaan even beginnen met... We hebben een MSI-jingle nodig. Hebben een MSI-jingle? MSI. Nou, zoiets inderdaad. We kunnen meteen op. Nou ja, maar dan hebben we dat voor elke keer hebben we daar een soort van... Nee, dat gaan wij, dat hoeven zij niet te doen. Dat gaan wij natuurlijk maken. En dan elke keer als we dat dan inderdaad doen... Dan hebben we een soundboard nodig. Dat is zo MSI, MSI, MSI. Ik vind het perfect. Erin gooit. Ja, dat is fucking... Sterker nog, we kunnen het live doen. Ja. Elke keer als jij MSI zegt, doen wij dat. Nee, absoluut. We gaan gewoon eens eventjes wat nieuws doornemen wat er allemaal gebeurd is. En een van de opmerkelijkere dingen deze week was het lek van de trailer van Spider-Man The Great The Web Not So Second. Great Web. Ja, dit is volgens mij... The Great Web, ik denk dat het de second trailer is. Ja. Oké, ja, dit is toch de multiplayer? Ja. Dit is gecanceld. Dit bestaat niet. Dit project gaat volgens mij nooit uitkomen. Het is gecanceld door Sony, inderdaad. Ja. En ja, het was ook... Ik vind het ergens dus heel tof dat ze dat gedaan hebben. Want het was gewoon een fucking multiplayer live service. Games as a service dom ding. Het was gewoon Gotham Knights, alleen dan met Spider-Man. Ja, precies. En zullen ze dat gecanceld hebben door Gotham? Volgens mij was het voor Gotham Knights al gecanceld. Dus Sony had zoiets van... Ja, maar dit soort shit is helemaal niet leuk om te spelen. En Warner Brothers doet er gewoon twee van. Die double down. Die double down on deze shit, inderdaad. En toch zag ik veel mensen op social media die zeiden van... Waarom hebben ze dit gekild? Dit is toch leuk? Ja, waarom denk je? Zij hebben geen smaak. Wij hebben hier de game website. Zij niet. Nou, kijk, dat is het ding. Zodra ze aankondigen dat ze met een multiplayer focus Spider-Man komen, dan is de wereld weer te klein. Dan haalt iedereen het. Ja. En zeg je, we hebben de multiplayer dingen gecanceld. Geen multiplayer Spider-Man game. Is ook de wereld te klein. De wereld is te klein. Dus nee, dat is helaas jammer. Maar, vind jij het jammer, Koos? Nee, ik zat er niet per se op te wachten. Maar ik vond het wel opvallend. Er waren natuurlijk heel lang geruchten dat Spider-Man 2 een co-op game zou worden. Mm-hmm. Natuurlijk omdat je Miles Morales en natuurlijk Peter Parker erin had. Dus iedereen had zoiets van, oh, dus je kan met die twee tegelijk gamen. Hoe gaat dat eruit zien? Toen een paar maanden later, toen kwam er nog naar buiten dat ze code hadden gevonden in de eerste Spider-Man. Die refereerde naar co-op gameplay design. Mm-hmm. Nou, dat was weer een aanwijzing dat Spider-Man 2 dan wellicht een co-op game zou zijn. Maar dat was dus gewoon dit. Dat was deze spin-off die uiteindelijk gecanceld was. Nou, en je doet nog wel een wat dingen toch in Spider-Man 2 ook met back and forth tussen Peter en Miles. Maar dus dat kan natuurlijk zelf. Ook. Dat doe je niet met z'n twee. Ja. Nee, maar misschien was dat eigenlijk wat er in die code, hoe je dat ook kon lezen. Dat er gewoon back and forth tussen de twee main characters had, wat ook samenwerken is. Dat zou vast wel kunnen. En dan zullen we vast wel wat dingetjes overleefd hebben van dit voor dat soort project. Wat nu uiteindelijk in Spider-Man 2 is gaan zitten natuurlijk. Qua idee kan natuurlijk een singleplayer dat je eigen Spider-Man... We kennen natuurlijk allemaal nu de Spider-Verse met alle verschillende varianten daarvan. Dat je daar je eigen in kan tweaken of uitzoeken. En dan toffe open world gameplay kan doen. Ja, er zit zeker wel iets in. Mm-hmm. Maar meer dan een soort van Gotham Knights en hoe heet die laatste nou? De Suicide Squad. Het moet veel meer zijn dan dat. En Sony had gewoon zoiets van... Misschien zit er ook helemaal niet heel veel meer in dit. Dus. Nee, wat er naar verluid in had gezeten... het is inderdaad van Insomniac 5 spelers tegen Sinister Six... In New York. Ja, dat is niet eerlijk. 15-6, dat is niet eerlijk. Build around Underdog multiverse story, model, altijd Spider-Man. Multiverse opened by Scarlet Witch. Character customization options. Diverse range of superheroes. En inderdaad zeggen ze ook, die trailer zag er al best wel ver uit. Qua stukje die engine, toch? Het is gewoon die engine. Ze hebben er gewoon een paar characters in gehangen in de open world. Ja, lekker makkelijk. Dat kan natuurlijk prima.
Ja. Maar ja, wat ga je erin doen? En als inderdaad niemand bij Insomniac het... Ja, maar dat, dat snappen we. Maar als er niemand een goed idee heeft van... Oké, maar hoe lang, hoe blijft dit leuk voor een paar maanden? Of zelfs voor een paar jaar? Ja, er kwam dus niemand met dat goede idee. Want ze hadden, de sandbox hebben ze al. Dus dat is inderdaad prima. En ze hebben de characters al. Alleen, wat ga je er doen? En als zelfs fucking Insomniac dat niet kan verzinnen. Ja. Nee, nou ja, het is natuurlijk volgens mij ook Bungie die daar een leidende rol in heeft. Die al die gaasprojecten langs hun meetlat legt. Nou ja, ja dat, die weten dus... natuurlijk heel goed hoe ze wel een grote, meeslepende, prima verhaal kunnen doen. Dus als zij het zit van, ja, maar dit is maar 2 maanden leuk. Dus dit is geen live service game. Oprotten. Ja. Nee. Nou ja, weggegooid geld wat dat betreft. Ze gooien het van de Bungie zo de brug af en ze knippen de Bungie door. Volgens mij zijn ze ook... Dus dan hebben we eigenlijk al The Last of Us. Dat is al gekild. Spider-Man is al gekild. En volgens mij zijn ze ook bezig met Horizon. Met daar een soort van MMO-achtig iets mee te doen. Dat was ook iets Ik ben mee, heel benieuwd of dat dan ook gekild wordt. Dat het dus niet zo makkelijk is om te zeggen van... Oké, ik heb een heel goed lopende single-player franchise. Hop, ik maak er ook een gaasgame van. Nee, gelukkig niet. Nee, als in, gelukkig heeft Sony die realisatie. Ze hebben natuurlijk Bungie aangetrokken om inderdaad die meetlat, denk ik, te zijn. Ja. En nou ja, als je daar dingen langs legt en Last of Us is niet leuk als service game, Spider-Man zelfs niet, en misschien inderdaad Horizon, als ze daar wel een goed idee voor hebben, dan misschien wel. Ja. Maar ik vind het ergens heel cool dat Sony dus weet, gewoon wij maken meeslepende singleplayer stories, nou en we gaan ooit vast een keer een vette gazen game maken, maar dan moet inderdaad Bungie zeggen of dit wel of niet kan. Ja, ja, hebben ze nu al een beetje natuurlijk, hè, met Helldivers 2 ja, van Arrowhead Studios, maar... Ja. Oké, het wel uitgegeven door PlayStation. Ja. Nee, dat is dus die kwam game, man. Ik ben fucking hooked. En die kwam dus langs de Destiny scale. De Bungie scale. Ja, dat weet ik natuurlijk nooit zeker. Ik weet wel van... Er was een gerucht dat ze gekocht zouden worden of zijn door PlayStation, whatever. En dat hebben de eigenaar meteen gezegd. Nee, wij blijven onafhankelijk. We willen een eigen lijn voeren. Dus ik vraag me ook helemaal af of dit dan wel zo... Want kijk, Insomniac is gewoon PlayStation wat dat betreft. Ja. Dus die kunnen maar ook, langs ook die... niet heel lang, hè? Dat is ook pas na volgens mij die eerste Spider-Man. Maar of dus de makers van Helldivers ook langs dat Bungie-meetlatje werden gehouden. Of dat dit gewoon helemaal vanuit zichzelf is gekomen. Wij gaan dit gewoon maken. En dat Sony eigenlijk hun eigen games, daar lukt het nog niet mee. En een andere studio die het voor hun doet, lukt het opeens heel erg goed. Dat is natuurlijk heel erg apart. Ja, maar waarom ook? Omdat het niet een bepaalde franchise of een game per se in een games as a service mal gepropt moet worden. Nee, dit was van de conceptfase was dit een IP daarvoor. Dus dat matcht tegelijk heel goed in plaats van dat je dus bestaande IP wil gebruiken om gewoon zoveel mogelijk geld uit de zakken van je fans te kloppen. Ja. Klinkt heel cynisch, maar je snapt wel wat ik bedoel. Nee, nou ja, goed. Ik geef Jelle wel gelijk in het feit dat iedereen had op een gegeven moment een beetje het idee van... als ik nou mijn bekende franchise gewoon een gaasversie van maak, dan gaat dat scoren. Dat is dus duidelijk niet zo. Want ja, je bent fan van The Last of Us, je bent fan van Spider-Man om de singleplay. Je kunt beter een nieuwe IP maken, omdat je dan in één keer... dan staat iedereen er open voor van, nou, ik wil het wel eens uitproberen. Maar hier heb je al meteen van... ja, maar ik vind de singleplayer wel veel vetter, weet je wel. Tenzij je dus gewoon een heel goed concept... je kan ook een goede multiplayer game maken. Maar dan moet je een goede multiplayer game maken. En niet een game maken, een multiplayer versie van de game die je al hebt. Of de franchise die je al hebt. Maar noem eens een franchise waar dit bij zou kunnen. Waar dat Spider-Man. Dus... ja, maar heel stom. Maar tuurlijk kan dat. Alleen ze hebben gewoon een kut idee bedacht. En dan heeft Bungie of intern hebben ze gezegd, niet dit. Nee. Want dit is een domme gaasgame. Je kan ook een coole... Waarom zou het wel met Muff Divers kunnen? En niet met Spider-Man, weet je? Dus je moet er gewoon betere mensen op zetten. Ja, nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld Turtles. Dat zou een fantastische franchise zijn... om een vette multiplayer game mee te maken... die je als een service kan aanbieden. Ja. Samurai Pizza Cats, Ghost of Tsushima... kun je prima... nou ja, dan krijg je wel een beetje For Honor. Dus misschien moeilijk. Ik heb zin in fucking Rise of the Ronin nu, man. Dat snap ik heel goed. Ik mag er nog steeds niet meer over zeggen dan dat ik al heb gezegd. Ik heb hem nu geïnstalleerd op mijn PlayStation. Ik mag geen mening geven, toch? Jij? Ik mag alleen objectief een beetje... Ja, je mag een beetje mening geven over de eerste, geloof ik, 1,5 uur. Het zijn tegenwoordig zulke ingewikkelde de NDA's die je krijgt. Van, je mag dan een beetje wel in de preview, maar dan moet je niet helemaal je mening... het is een preview mening. Ik kan zeggen, dit is een mening onder voorbehoud. Het is niet mijn final mening. Het is niet mijn final. Nee, dan zeg ik dat het fucking hard is. Maar niet final mening, het is fucking hard. Het is wel grappig dat tot we dus... Tot nu toe is het fucking hard. We hebben nu 1 code. Dat is meestal zo. Waar 3 mensen zitten dus op die code. Ja. Die moeten met elkaar bellen. Ja, ben je nou klaar of niet? Dan kan ik spelen. Oh ja, fuck. Dan moet ik stoppen. Dat is een beetje wat we gaan doen dit weekend. Weet je waar we geen code van krijgen?
Nou. Star Wars Battlefront Classic Collection. Gaan we het zo straks nog over hebben. Hebben. Okay, top. En de andere game die natuurlijk klaar staat om binnenkort te gaan spelen is natuurlijk Dragon's Dogma 2. Maar daar gaan we het later nog even over hebben met de character customization. Want daar schijnt, ik zie echt de meest bizarre shit voorbij komen op social media. Het is echt een hele leuke marketing tool. Heel slim. Het is echt een hele slimme marketing tool. Ja. Het is echt heel cool. We gaan het zo zien. Sterker nog. Nou, niet nu. Niet meteen. Ik ga even naar een filmpje toe. Ik heb toevallig gisteren met deze man nog even contact gehad. Ik wilde hem heel graag voor een interview hebben bij ons natuurlijk, bij GameKings. Dan weer die fucking Nederlandse developers, precies, hoor. Zo. Voor mensen die het niet weten, dat zijn Koen en de andere voornaam weet ik even niet. Nee, maar Deetman zijn broers volgens mij. Ben ik ook even kwijt. Sorry, broer van Koen. Precies. Mark? Zij maken hele toffe games. Bijvoorbeeld Deliver Us the Moon en Deliver Us Mars. Maar ze hebben op dit moment gewoon een financieel probleem. Er zijn al een flink aantal mensen uit. Die hebben ontslag gekregen. Wat heel pijnlijk is. En eigenlijk zeggen ze, als we nu niet tijdens de GDC, en die is volgend weekend, als we dan geen nieuwe investeerder hebben. Of publisher, dan is het klaar. Dan is het over en uit. Dan stoppen we en dan wachten we tot we iets kunnen vinden. Ik wilde dat verhaal van hem natuurlijk horen na de GDC. Dus we hebben een afspraak gemaakt dat hij na de GDC hier naartoe gaat komen om te vertellen hoe dit is. Want dit is natuurlijk eigenlijk zoiets als PlayStation, EA. Er gaan mensen uit. Het is best wel ver van je bed voor mij, weet je. Van ja, het is kut voor die mensen. Maar deze mensen kennen we. Ik ken ze persoonlijk. Dat is best wel vetter. Check nou wat een vette shit ze ook doen. Ja, ik had de aankondiging van Deliver Us Home en We Are Human nog niet gezien. Maar damn, dit begint echt een hele eigen smol te krijgen. Ik ben alleen een beetje boos dat ze bij die Deliver Us the Moon en geen Game Kings Mars. Nee, hoe heet het? Bij Prescott. Ik bedoel, ik zie ze hele vette overal zijn. Ja, maar dat is hun dingen. Zij hebben inderdaad tijdens hun events hebben ze altijd hele sick flight suits inderdaad aan. Kom op, man. Waarom krijgen wij die niet? Ja. Had zomaar je meer kunnen redden. Ja. Had je vijf nieuwe investeerders. In ieder geval gaf hij me wel gisteren. Ik heb mailcontact met hem gehad. Zei hij van, sinds we dit filmpje... Nee joh, ze hebben zelfs een comic. Sorry, ik ben je aan het onderbreken. Ze hebben dit filmpje gemaakt. Een soort van smeekbeden naar de wereld. Van, hey, ook in de community, help ons. Ik vond het heel smart hoe ze dit hebben gedaan. Ze hebben gewoon echt, de crowd opgeroepen om ze te helpen. En ik denk dat dit gaat werken. Ik bedoel, je ziet dat het gepassioneerde gasten zijn. En mensen krijgen daar ook energie van. En die willen het steunen. Bezig. Zeker. Ze hebben ook een nieuwe game. En vijf zelfs. Vijf? Vijf games. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje vragen om problemen. Nee, je moet iets pitchen. Je moet iets pitchen. Ja, 5, 10. En op die manier is dat het. Drie gemaakt. Het zijn pitches. Dit is wat we willen doen. Wie gaat ons helpen om het waar te maken? Projecten waar te maken? Eén van die projecten. Kan je dan kiezen? Kan je dan zeggen... Mag ze allemaal. Dat maar met genoeg geld komt. Wat ik weet is dat hij zei van sinds dit filmpje hebben ze een aantal hele positieve reacties gehad uit de investering. Dus hij had best wel positieve moed. Hij gaat nu naar de GDC toe. Daar loopt ook de hele wereld rond. En vervolgens... Jezus Christus, wat een hele lange... No thank you and steady. No, bye. Bye, inderdaad. Na de GDC komt hij uitleggen hoe dat allemaal gegaan is. Dat vind ik tof. Want ik hoop dat het gewoon goed komt met deze... En laat hem twee overallen meenemen. In twee overallen. En denk je, hebben ze afgesproken dat ze een soort van een beetje een fill doen? Maar dan net of wat anders. Is het overal of zo? Het die ander doet het zo en het is zo. Ja. Overalls. 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 Ja. Oké, ik zal het vragen of ze dat nog hebben ingedaald. Sowieso kun je ze altijd supporten door hun games Te kopen op Steam. Met niet dikke korting. En dus ja, 60% korting. Games, dus daar val je zeker geen breuk aan. En zeker. Ik vond vooral dus die pitches vond ik allemaal er echt heel nog vetter uitzien eigenlijk dan wat ze al gemaakt hebben. Ja. Zeker weten. 60% korting staan ze inderdaad op Steam. Ja, je dus kan beter zeggen, geen korting alsjeblieft. Hier, ik wil de hele prijs betalen. Maar dat kan niet, hè? Nee, dat kan nog weer niet. Nee, dan moet je gewoon wachten Steam. Tot op een website misschien, of zo, weet ik veel. Oké, we gaan eventjes een beetje een stukje AI doen. Hartstikke interessant. Ik ga het straks nog even over een Nederlands project met de AI hebben, waar ik twee games van kan gaan weggeven. Wow. Maar dit vond ik ook wel interessant. Dit is Google DeepMind. Zij gaan een AI agent maken dat samen... Agent? Een AI agent. Een agent.
Agent, ja, die samen met jou videogames gaat spelen. Het is dus niet dat je tegen de AI speelt. Nee, je speelt samen. Ik ga het even heel zielig maken. Je zit thuis, je wil co-op, maar je hebt geen vrienden. Ja. Dan kan je dus de AI inschakelen en die kan je helemaal parameters geven. En dan krijg je jouw eigen vriend die met je meespeelt. Weet je wat makkelijker is? Ja? Gewoon de Game Kings community joinen. Er zitten hier zoveel mensen met passie voor games. Elke fucking niche die je maar kan bedenken, zijn er mensen die fucking shit spelen en niet kunnen wachten om het met jou te checken. Ja. Ja, en ik wil ga natuurlijk niks slechts over AI zeggen voor als we in de toekomst. Ik bedank altijd AI voor alles als ik een prompt heb. Thanks so much. Zodat als we de internet geschiedenis terugkijken, dan zeggen ze Jelle, dat is een goeie. Die aardige guy heeft ons altijd met respect behandeld. Maar inderdaad, soort van eigenlijk precies wat je zegt. Ja, je kan dit ook. Je hoeft toch niet. Waarom zou je dat met een robotvriend doen? Die zijn ook cool. Nou ja, dat is dus het enge van AI is als dat als hè, want je hebt nu ook al bijvoorbeeld virtual friends, weet je wel, die met je praten en dat soort dingen. Denk ik van aan de ene kant is het heel cool dat je straks een normaal gesprek met een online persoon kan voeren. Dat was tot nu toe altijd vrij knullig of voorgeprogrammeerd. Nou, maar het is ook eng. Ja. Want ja. Ik zit namelijk nu wel op te denken over één ander ding is. Mm-hmm. Ik zag namelijk inderdaad eerder al deze week ook een voorbeeld van AI die Satisfactory speelt. Wat het natuurlijk wel kan zijn, is eigenlijk inderdaad next level cheating. Dat je AI mee laat werken. Oké, okay, hoe stroom ik mijn Satisfactory fabriek? Of hoe krijg ik de beste stad in, weet ik veel, City Skylines? Ja. Dat kan het natuurlijk ook zijn. Het zit al in een paar learning. Games werkt het, waaronder volgens mij... Wat is het nou? No Man's Sky. Tussen staan. Inderdaad, daar kun je het in spelen. Valheim zie ik en dat soort dingen. Dus Valheim, dan is het meer gewoon inderdaad, dan is het denk ik meer gewoon tools. Noem het een tutorial. Of gewoon een guiding iets. Een soort van, heb je dit al geprobeerd? Zoals inderdaad nu Mesh ook zegt, is er al een poker AI, Asking for a Friend. Dat is heel fucking smart. Nou ja, nu dit weekend, want wij pitchen dit nu hier inderdaad. Ga dit weekend op fucking pokersite zitten met deze tool als AI friend. En cash the fuck out. En dan, cash the fuck out of here, man. En dan verhoog je pay what you want bij GameKings een beetje. Ja, omdat we van ons die tip hebben gehad. Ja, eigenlijk Mesh zijn tip zelfs, wat ook part van de GameKings community is. Dus cash je met AI inderdaad. Ik denk dat de pokerwebsites daar nog niks zo snel hebben. Of hebben nu al? Ja, vast wel. Nou, ik weet niks. Spliffstore, die vervent pokeraar online natuurlijk. Die zegt, wow, dat is best wel sick idee. Nou. Nee, idea. Idea. Precies. Bestaat al, net als een schaakcomputer. Ja, dat het bestaat, dat snappen we. Want dat was wij kunnen verzinnen, maar... Nu zijn er mensen die het nu tegen andere mensen zeggen. Die denken, dat ga ik even doen. Tinder AI. Hele smart dingen maken. Ja. Leuk. We gaan het hebben over Sean Layden. We hebben het er ook al in de piepje over gehad. Hij heeft een interview gedaan met heel veel dingen waar hij het over heeft gehad. Maar één van de dingen noemt hij dus de exclusiviteit van games. Dat echt Achilleshiel is voor groei. En nogmaals, er is gewoon een soort van hoeveelheid gamers die geïnteresseerd is in hardcore games. Dat is ongeveer 250 miljoen. Dat is een beetje het getal wat men nu noemt. Dat is vaak ook een beetje alle consoles bij elkaar opgeteld. Dus hoeveel? Xbox 250 miljoen. Switch, Xbox en PlayStation. Dat zijn de hardcore gamers als het ware. 3 miljard wilde Xbox toch? Precies, dus daar zitten ze nog lang niet. En als je verder wil gaan als PlayStation met jouw games, je wil meer bereiken en je gaat het exclusief maken, dat is het domste wat je kan doen, want dan gaan die mensen, je gaat die groei niet bereiken. Ze hebben op dit moment groei nodig, omdat er wordt niet minder verkocht, er wordt gewoon evenveel of ietsje meer verkocht, maar de kosten gaan stijgen vele malen harder. Dus ja, ze moeten eruit breken. Vandaar dus die PC-games nu. Sean Layden heeft die denk ik wel gelijk in. Ja? Ja. Ja, zeker. Ja? Ja, nou, we hebben het al heel lang gehad over de duurzaamheid van AAA gameontwikkeling. Daar hebben we een heel item over opgenomen. Nou, dat komt ook een beetje hierop neer. Gewoon als je games van 200, 300 miljoen plus wil maken, wat niet per se hoeft natuurlijk, maar dat is wel een beetje het straatje waar Sony in heerst, durf ik ook wel te zeggen. En dat is een beetje waarom iedereen live fan is van PlayStation. Mm-hmm. Ja, dan zijn de risico's zo ontzettend groot.
je moet scoren. En hoe maak je het makkelijker voor jezelf? Ja. Gewoon de doelgroep veel groter maken. En dat gebeurt wanneer je de deur opent naar PC. Nou ja, de vraag is natuurlijk, maak je je doelgroep groter? Of zijn er PlayStation bezitters zeggen van, oké, maar ik hoef ook geen PlayStation 6 meer, want ik speel voortaan wel op PC. Dan raak je die weer kwijt. Dan maken hun geflikker uit, want waar verdienen ze geld op? Niet op de hardware. Maar dit is ook zo. Nee, ja, dat. En het is toch ook zo dat exclusiviteit. Er is toch maar een handjevol games eigenlijk exclusief voor de consoles. Bijna alle grote publishers komen toch met multiplatform games. Nee, behalve bij Nintendo is heel veel exclusief. Althans, van hun eigen. Die hebben geen Achilleshiel te pakken. Nee, is ook zo. Maar kijk, PlayStation heeft dat natuurlijk ook altijd. Dat was altijd één. De console en de games. Dat was één entiteit. En je dacht er überhaupt niet eens over aan om die games ergens anders te spelen. Dat was een normaal. Nou, bij Nintendo niemand die denkt van, oké, nou, de volgende Mario moet echt op de PC komen. Nintendo niet in die Red Race zit. Nee. Kijk, een PlayStation en Xbox zitten allebei in die Red Race. Dat wordt allebei een race naar de bodem om elke fucking stuiver gewoon uit te knijpen en ervoor te zorgen dat je iets meer gedekt bent. Ja, nou, dan zie je dat ze allebei hetzelfde gaan doen. Ja. Nee, het is bizar. Sean Layden is natuurlijk weg. Mogelijk ook een beetje omdat hij toch een andere lijn wilde volgen met PlayStation, wat niet is gebeurd. En nu zitten ze een beetje natuurlijk met de naweeën van die nieuwe lijn en de nieuwe omstandigheden in de wereld. En de nieuwe guy, hoe heet hij ook alweer? Hiroki Totoki. Hiroki Totoki, inderdaad. Ja, het is niet het is de PlayStation wel baas, hoor. CEO, toch? Nee, dat is toch niet de PlayStation CEO? Hij is de tijdelijke CEO, vervanger toch? Van Jim Ryan. Van PlayStation. Hij is de baas van PlayStation, maar hij zoekt nu een nieuwe man. Maar ik hij is dacht wel een dat baas. Hij mijn voorzitter SCA was, maar... Nee, want hij gaat er echt met de grove bezem gaat hij er dwars doorheen. Maar dat kan ook als je interim bent. Hè? Zeker. Ik bedoel, je hoeft er niet voor lange termijn te doen. Jij kan het doen wat je zelf wil. Jij kan het vuile werk oplossen. Ja. Want je hoeft toch niet op de lange termijn met al die mensen heel close te werken. Dus even de bottenbel erin waar het moet. En dan vervolgens nieuw beginnen met een nieuwe leider. Dat snap ik op zich wel. Ja. Ik zit ook eventjes zo. Ik pak even gewoon een foto. Hoor, maar van, dat lijkt me namelijk ook niet zo'n... Ja, nee, niet, geen gezellige pik of zo, weet je. Het is wel echt iemand die... Ik zou met hem sake doen en karaoke. Ik denk 100%. Dat hij wel s'nachts echt helemaal los kan gaan, maar overdag... Gooit denk hij ik, zo die stropdas af, woe! Als je bij hem iets wil pitchen, heb je denk ik exact 2 minuten. En als hij dan geen gevoel heeft, zegt hij fuck off, weet je. Maar dan in het Japans, no. Ja, no. Een harde kerel wat dat betreft. Dat denk ik ook, ja. 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 Nou, daar hoor je ook wel eens uitspraken. Mijn opa had hier heel veel over kunnen zeggen. Ja, over deze man. Ja, die is gemarteld door Japanse mensen. Ah. Dus ik weet zeker dat als die dit gezicht had gezien... Waar gaat dit heen? Nou, dan had hij er helemaal los op helemaal los gaan. Maar speelt hij denk je zelf PlayStation games? Heeft hij die Phil Spencer appeal? Bij Phil Spencer zie je gewoon, dat is een gamer. Ja, goede vraag. Ja. Ik denk het niet namelijk. Nou, ik denk dat hij geen games bij Jim speelt. Ryan en Sean Layden had ik dat gevoel inderdaad niet echt. Maar Sean Layden wel. Hoor. Sean Layden is wel een gamer. Sean Layden is zeker een gamer. Nou ja, ik denk dat hij dat... Hij zal dat zeker af en toe wel even proberen. Ik denk dat hij meer houdt Maar vooral van, met naveltrouwtjes en kinderdingen en dat soort shit. Hij speelt niet die westerse Herman Hulst games. Ja, hij speelt een Final Fantasy'tje inderdaad. Ja, dat soort dingen. Ja. PlayStation 1 stijl kussensloop op zijn 3-persoonsbed liggen. Ik denk dat hij meer de man is van een goede sigaar en een flinke portie sake. Nee, hibiki whisky. Dat is inderdaad... Ja. Ik denk dat het een whisky man is. Precies. Hij laat geisha's voor hem spelen. En die noemt hij dan AI companions, terwijl het echte mensen zeggen, zijn. AI geisha's. Ja, dat doet hij dan. Ja. We hebben af en toe al zo'n slechte connectie met PlayStation. Nu, ja, maar dan weet ik wel. Gooi er iemand van iemand anders bij en ik zeg nog net, nee, net iets doms. Nou, dan ga ik het gewoon een beetje goed maken, want... Promotion à vue pour la France in l'Europe. Deze Franse site zegt namelijk dat de PlayStation 5 Slim, oftewel de PlayStation 5 Micro, 75 euro goedkoper gaat worden. Dat zou een promotie zijn van PlayStation. Nou, ik heb net nog even gekeken bij de bolletjes in de Coolblue'tjes en de MediaMarkt. Hij staat hier nog gewoon voor 5,50. Maar die wordt dan 4,75. Maar wanneer geeft Sony me nou een keer een zwarte? Ik wil gewoon een zwarte. Kan je kopen. Dan kost je gewoon extra geld. Nee, niet van Sony. Ik wil wel supporten. Ik wil gewoon een zwarte. Want ik vind deze best wel oké.
Ja, die slim. Ik zat hem laatst nog te kijken. Super lelijk. Ja, wat vind je hem lelijker dan de grote? Ja, nee, rot op, ja 100%. 100% procent. Hij ziet er niet zo lelijk uit als die PlayStation 3 Super Slim die er ooit was uitgekomen. Dat zag er eigenlijk uit als een schoenendoos met karton. dat ribbelkarton op de bovenkant, weet je wel. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. Kijk, dit ziet er niet zo uit, maar het komt, zeker als je hem in het echt ziet, komt het er wel een beetje in de buurt van de cheap ass plastic en dat standje. Ja, dat je erin moet zetten. Fuck off. Ja. Er zijn wel plates voor, maar zegt Pixel tape Hoppert. Shit gewoon. Nee, zeker. Ben ik je kan een zwarte plate eraan. Dat zeg ik net tegen hem. Dan moet je betalen. Ja, maar dat wil ik dus niet. Ik wil gewoon een zwarte kunnen kopen zonder extra te betalen. Dan hebben ze mij. En dan voor hoeveel? Wat was dat? 475. Vind ik te duur. Ik wil hem voor 425 met zwarte plates. Dan kan ik een Stream Deck OLED voor kopen. Zet hem erop. Jij koopt gewoon een PC, dus mond houden nu. Ja, ook. Oh, wow, en dan ga ik gewoon gelijk al, dan ga ik double time, dan ga ik double whammy, dan kan ik kiezen. Zo. Dus ja. Het geeft natuurlijk ook een beetje aan dat het niet crescendo gaat met de verkoop. Want anders doet PlayStation geen korting. Want ja, bedoel, waarom zou je korting geven als jouw product... Maar nu een heleboel mensen boos in de comments. Ja? Maak ik nu helemaal eens mensen boos? Dat maakt me helemaal geen reet uit. Wat ik namelijk nu nog wil zeggen. Dan. Er komt natuurlijk ook de ware specs een beetje gelekt van de PlayStation 5. Pro, want die komt er ook nog weer aan. Sorry, wat Splef zou zeggen, dat is wel heel grappig. Jelle de opperkniert, daarom plant Jelle de trip. Dat is letterlijk de reden. Dat is letterlijk de anders reden. Anders waren we al failliet geweest. Ja, anders hadden we al lang als geld al allemaal als uitgegeven. Als je broodje kaas wil halen van Jelle, nee, in de middag hebben we zonder uur... boter, maat. Ja, precies. Nee, we gaan over een uur lunchen. Ik betaal iedereen's broodje kaas zonder boter. Zeker. Ja, dat is inderdaad als je boter wil, moet je zelf maar halen. Het komt er allemaal hetzelfde uit. Dus waarom zou je er iets heel luxe van maken? Gewoon, voeding is voeding. Maar we ook mensen zijn, die hard aan het werk zijn. Nee, jullie zijn contentmakers. Jullie zijn toch in het buitenland van onze wakker centjes. Dan ga je fucking je werk doen ook. Precies. Koos, ga jij voor de PlayStation 5 Pro? Zeker. Ja? Dag 1. Dag 1. Ja, zeker. Wanneer? Ja, geen idee wanneer het is, maar dag 1 haal ik een PlayStation 5 Pro. Ja, nee, ik game zoveel natuurlijk. Zeg maar die upgrade, dat is koop ik jouw PlayStation 5 alweer over? Ik denk het niet, want ik hou altijd mijn consoles gewoon. Dus ik doe die niet weg. Dus nee, je mag hem lenen. Als je belooft dat hij niet beschadigd raakt. Zijn er faceplates voor de PlayStation die lijpe jaren 90 see-through plastic zijn? Dat zou ik wel willen hebben. Zo, dat bedenk ik me nu. Ik heb weer iets voor jullie bedacht. Dat het niet zo heel goed werkt bij deze, want de binnenkant achter die plate ziet er niet zo heel erg mooi uit. Nee, een beetje niet lijp genoeg. Met een ijzer plasticje voor de fan, maar... Nou, dan doen we er dan een ledje in. Je snapt wat ik bedoel. Een ijzer plasticje. Ja, dan hebben we gewoon ijzertje. Een ijzertje. Waar een plastic fan in zit. Ja. Nou, als we dan toch over tripjes hebben. Een tripje waar we niet naartoe gaan is natuurlijk LA. Tokyo. In 7 juni. Nee, Tokyo die staat altijd nog wel op de planning. We hebben allemaal gehoord dat Boris heeft gezegd, hè? Eerst money, dan... Nou, volgens mij heb jij dat een beetje... Ik heb het gezegd. Ik weet niet of dat op camera was. Boris heeft het gezegd. Op camera. Beloofd. Ik weet niet of het op camera was. Nee, maar daarom. Dus we hebben allemaal. Dat is niet waar. Maar ik wel. Ik heb dat gehoord. Laat ik het zo zeggen. Boris wil heel graag naar Japan. Boris heeft verder helemaal geen behoefte om naar fucking LA te gaan. Om daar naar de Summer Game Fest te gaan. Wat feitelijk een beetje de E3 gaat zijn. En ik heb het heel vaak herhaald op camera. Dat is ook wel wat waard. Ja, dan kan je, wat ik zeg, je bent het aan het manifesteren. Maar, Boris heeft dat inderdaad, dat heb ik hem horen zeggen. Maar dat was volgens mij behalve op de redactie inderdaad en niet hier in de content. Anyway, 7 juni gaat het zijn. 2 uur lang. Allemaal verkocht natuurlijk, dat weten we inmiddels wel. Hij verkoopt gewoon die trailers, maar maakt niet uit. Daar komen dan weer de grote games. Ik heb toch wel het gevoel dat Xbox er iets na gaat doen, want... Ik weet het niet, man. Of ik dit nou cool vind. Iedere keer dat ik de Summer Game Fest heb gezien, ben ik toch een beetje meh. En wellicht is het pure nostalgie, maar voor mij voelde de E3 echt als een gamingfeestje. Ja. En dit voelt gewoon als een reclameblok. En in feite is het natuurlijk allebei hetzelfde, maar... Het gevoel is in ieder geval heel anders. En misschien is dat heel persoonlijk en misschien is dat ook gewoon zo. Nee, nou ja, ik ben benieuwd of PlayStation dit jaar wel een game heeft... in plaats dat ze weer Neil Drummond 10 minuten lang op het podium laten interviewen. Kijk, ik vind het in ieder geval leuk. We gaan dit jaar ook niet meer nog een keer roepen van het is weer de E3. Er komen gewoon een aantal persconferenties. Ik denk dat Xbox ook zijn persconferentie gaat doen. Ik hoop
zou kunnen dat Nintendo dan de Switch 2 gaat aankondigen. Misschien zo. In zou juni. Mooi zijn, dat hè? Zou, hè, als die in het najaar zou uitkomen een beetje. Dan, maar is dan het zou maart 2025 toch? Ja, dus dan zou dit een mooi moment zijn. De geruchten gaan dat er in ieder geval nog een GTA 6 trailer komt. Nou, Rockstar kennen, doen ze dat alweer exact ervoor. Ja, zodat precies. Ze eigenlijk de hele boel al wegbeuken. Ja. Ubisoft, denk ik zeker dat die ook wel wat gaan doen. Want die komen natuurlijk... Los. Ja, die komen natuurlijk met die Star Wars game. Die komen ook met los. Assassin's Creed. Dus die zullen ook zeker wel wat doen. Dus er komen echt wel weer hele leuke persconferenties aan. Die wij gewoon allemaal gaan volgen. Maar ik heb ook niet meer... Ja, dat E3-gevoel is nu echt wel weggesleten bij mij. Dat ja. Ik heb nog heel lang de hoop gehad. En, maar ze hebben wel weer een offline ja, event-achtig dingetje, dank je, toch? Het is het niet meer, man. Dat is net zo als in Nederland of België of in Engeland naar een game-evenement ja. Gaan. Nee, het was heel klein. Klein, dat. Nee. Het was niet duizenden mensen. Maar ik dacht, misschien hebben ze dit jaar... vorig jaar getest en nu geupscaled. Nee. Maar niet dus. Maar ja, dat is natuurlijk de keuzes die we maken. Van het budget is beperkt. Van we willen heel graag weer eens een keertje naar het buitenland toe. Ga je dan naar LA, omdat daar wat dingen zijn die met games te maken heeft. En dan kijk je ook van wat kun je dan nog meer doen. En dan is Tokio of Japan wel leuker dan LA. Wat we echt al vreselijk gezien hebben. En ja, daar heb je naast de game stuff heb je niet per se heel erg veel. Inderdaad. Nee. Afgezien van het Amerikaanse. Waar ook genoeg te doen is. Maar Japan is natuurlijk veel nerdier en gamier en wat dan ook. Ja. Dus, en wie weet gaan we ook al iets nieuws. En ik weet niet, dat ligt eraan als wij gewoon weer de zaken wat op orde hebben. Dan kunnen ook weer dingen. En tot die tijd gaan we gewoon hard werken. En jullie kunnen allemaal meehelpen natuurlijk. En met ons supporten, subben, doneren, whatever. Alles gaat op de grote hoop. En laten we hopen dat we inderdaad dan een mooie trip weer kunnen gaan maken. Waar zit ik nu? Oh, jezus. Het was afgelopen zondag. Het was Mario dag. Dat is jullie allemaal ontgaan. Maart 10, hè? Fucking maart 10 maart. Daarbij zagen we de Paper Mario The Thousand Year Door. Die is aangekondigd, release datum. En dat vind ik dat zo leuk. Dat is een remake, toch? Remaster. Remaster, ja. Bedoel ik, ja. Ik hou hier ontzettend van die gekke Japanse... Ja, ik vind, ja, weet je wel, dan komen ze met een tweet en dat is dan... This is Miyamoto. Vind ik heel raar om zo te openen. Van, bullshit natuurlijk. Ja. We are creating a new animated film based on the world of Super Mario Bros. This film is planned for release in theaters on April 3rd, 2026 in the US and many other markets. Blah, 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 blah. Er komt dus een nieuwe film. Grappige manier om dat te presenteren. Onwijs idioot. Er staat ook de tweede. De thread zegt, we'll let you know the details once we're ready to share more. Ja. Dat doe je toch niet? In de films laat je gewoon dingen zien met een eerste trailer. Check wat wij hebben. Boom. Ja. En hier show. This is Miyamoto. Denk je dat Miyamoto het ingetikt heeft? Nee. Of nee, hè? Dat denk ik ook niet. Nee. Dus, maar zijn jullie naar de Mario movie geweest? Ik ben heel afgeleid. Wat voor een beest is dit? Ja, een vliegende eekhoorn. Een vliegende eekhoorn? Of het is, nee, weet je wat het ding is? Ik zie het al. AI, maar het is denk ik... nee, het is niet AI. Een eekhoorn gecombineerd met een vleermuis. Een vleermuis heeft een eekhoorn geneukt. En dit is wat eruit is gekomen. Live vleermuis. Het is een colugo. Ja, dat zeg ik. Het is een colugo. Kijk, het bestaat. Ja, ik weet niet. Deze heeft blauw. Waarom heeft deze ineens blauwe ogen? Maar dat is toch gewoon. Kijk, hop. Ja, zo leren we wat. Ja, dit heb ik nu in mijn timeline. Omdat ik al die maffe shit probeer te zoeken voor cool of zo. Nee, joh. Hij doet hem in een fucking doos. Dat doe je toch niet? Hé, joh. Prik er wat gaatjes in. Witte man. Ja, hij is in zijn tuin binnengekomen. Kijk, hij brengt maakt hem niet terug. Uit. Laat hem lekker zitten. Nee, hij brengt hem terug in de Kaluga wereld. Kaluga. Miyamoto. Nou, eruit. Beetje raar beest, ja. Dat... Ja. Oh! Dat God af en toe een soort van off-day heeft. Van, wat ga ik vandaag eens creëren? Ja. Pokémon, inderdaad. Dit is een hele goede dag, hoor. Ja, ja precies. Ja, dit creëer je op een hele goede dag. Ja, fair. Ik denk op een slechte dag, dan heb je zo'n laaiaard. Ja. Nee, mens. Absoluut. Ja, maar gaan ze nu... ik scroll gewoon door die fucking... Je kan ook echt gewoon... We kunnen hier wel een soort van... Voor de rest ook gewoon de 100 uren zich onszelf vermaken. Wat streamers doen, is gewoon fucking filmpjes kijken. Dat soort dingen. Ja. Fair, ik snap dat ook wel. Precies, dat is het. Maar goed, anyway. Dat komt omdat mijn timeline zit vol vanwege Cool Serious Uncle. Ik heb ook geen ander nieuws krijg ik meer tussendoor gefilterd. De timeline zit vol vanwege Seriously Cool Seriously Uncle. En dan vraag ik, hebben we Seriously Cool Uncle deze week? Zeg ik, nee, ik heb niks. Omdat ik de hele boel ook niet leuk genoeg vind. Dus ik spaar gewoon op
voordat ik weer eens een keer een ding krijg. Maar de Kaluga, dames en heren, die hebben we gewoon even gevonden. Wat had ik het hier over? Empty Vessel Studio. Er is een nieuwe studio opgericht door mensen die bij... Even kijken hoor, waar hebben ze allemaal gewerkt? Uncharted hebben gewerkt bij id Software. En die zijn een sci-fi shooter aan het maken. Die hebben een teaser trailertje gemaakt. Dead Space. Even kijken. Ik zal hem eventjes weer van het begin laten zien. Dead Space. Hallo. Hallo, dit is Miyamoto. Nee, geen hello, hallo. Oh. Ik ben nooit zo fan van teaser trailers, omdat ik dan eigenlijk niks weet. Nou ja, als een goede teaser trailer zet een toffe sfeer neer. Ja. Zie een helm. Of intrigeert je in ieder geval. Ja, ja, het is de sci-fi helm, wat ik zeg. Het ziet eruit als Dead Space. Hoe ziet het eruit als Dead Space? Ja, dat zegt mijn gevoel gewoon. Het empty is vessel. Een Dead Space-achtige helm design. Dit is een empty vessel. Nou, daarom vind ik het een beetje een domme naam. Empty vessel. Je zegt gelijk al een soort van, ja, dit is een leeg, precies dat, een leeg hoofd. Dat zegt toch niet, we gaan een vette game maken. Dat zegt, we gaan een hele gekopieerde gaas game maken. Gekopieerd van Halo en Dead Space. Ja, het is ook gezegd van, de game die we gaan maken is geïnspireerd op films, graphic novels en games die zich in een dystopische sci-fi wereld afspeelt. Dan denk ik van, ja, dat heb ik echt al 6000 keer. Kan hartstikke cool zijn, maar ik heb Blade Runner gezien. Want. Precies. Unreal Engine 5, inderdaad. Die gaan ze wel gebruiken. Maar goed, dat is eigenlijk ook al geen nieuws meer. Dat doet bijna iedereen. Maar AAA studio dus. Maar wel met wat mensen van natuurlijk gecombineerd misschien coole studio's. Ja, nou ja, goed. Naughty Dog. Ja, Naughty Dog en id Software. Dat is een coole combo. Dan moet je toch wel weten hoe je een verhaal en een shooter kan maken. Precies. Dus dat is wel tof. Deze trailer kreeg ik ook in de mail. Die wordt gedaan door Playon. En ik vond dit eigenlijk best wel leuk. Niemand wil dood. Ik ga eens kijken wat jullie ervan vinden. Man, even één keer Blade Runner gezien. Again. Ja. De gamesindustrie heeft 2 jaar geleden allemaal Blade Runner gekeken. Is dit de boom naar Blade Runner 2049? Nee, die zit er wel. Ja, dat denk Kijk, ik. Kijk, de typografie is een beetje van. Zie je dat Harrison Ford ook? Nee, het is Adam Jensen van. Deus Ex. Deus Ex, inderdaad. Een super slow-mo, de man gaat. Ja, het is een soort van Deckard, hoor. Hallo. Ja, onwijs. Ja. Het is ook. Hoe heet die guy? Die snelle guy? Gewoon, het is Quicksilver. Want hij doet gewoon zo. Ik moet wel zeggen, Bullet Time, we weten allemaal, dat is keigaaf. Ja. Met een harde G. Dat is keigaaf. Ja. Dus dat je gewoon een Bullet Time the game hebt. Super Hot was ook vet. Van wie is dit? Empty Vessel? Nou ja, het is van een... Ik ben even de studionaam kwijt, maar het is onderdeel van Playon. Playon gaat het uitgeven en ik vond het... Ik zag op social media, mensen hadden wel zoiets van, kijk, dit is wel... Het ziet er in ieder geval tof uit. Het wil uiteindelijk helemaal niks zeggen. Ik hou ook wel een beetje van dat Blade Runner settingtje. Ja, maar nu wordt het ineens een beetje... Dit is voor een Ghost in the Shell shit. Kijk, hier ga ik al. Nou, de wereld ziet er gruwelijk uit. Ja, dit is de typografie van Bioshock hoor. Ja. Inderdaad. Ja, het is wel weer een beetje een allegaartje. Ja. Dat kan net even wat strakker allemaal. Ik weet ook niet wat je gaat doen in deze game. Matrix. Oh, New York is naar de panja. Ik zweer het je dat het waren androids. Het is full on Blade Runner shit. Ja, maar hier is dus een Ouroboros. Zag je dat? Ouroboros. Zat Ouroboros er ook in? Ja, dat was Ouroboros. Ja. Snake eating its own tail. Ja, nee, het is clear waar ze de inspiraties vandaan... Oh, wacht, zijn spiegelbeeld doet ineens helemaal wat anders. Nobody wants. Dit ziet er dan weer wat minder lijp uit. 2024. Kunnen jullie ook nog wat aan doen? Dat logo, dat is wel echt... Het schreeuwt... AliExpress, hoe heet dat? Gewoon Fiverr. I will make neon sign logo for you! En dan 5 euro. 5 euro. Dat is dit. Maar ja, nee. Maar er zit potentie in. Zeker. Nou ja, ik ben wel Dali, benieuwd. Van, ik zit er ook te kijken. Even kijken hoor. Op Steam hebben ze al wel wat info erover staan. Lose yourself in the dystopian world of New York. 2329. Immortality comes at the price that someone has to pay in this interactive noir story. Dus ik denk inderdaad... Ja, Blade Runner. Dit is een noir. Ja, oké. Lead investigation using advanced
advanced technology as detective James Kara, who risked it all. Want in immortality, pursuit. Dat heeft met die fucking AI androids te maken. Ik heb het al gezien. Ja. Ik heb het al lang gezien. Voor elke platform is in ieder geval PC. Het is van Critical Hit Games. En inderdaad, 2024, dus dat is ook wel weer verrassend. Dat is dus een game die eigenlijk al behoorlijk ver is in zijn dingen. Als ze miljoenen willen verkopen, moeten ze nog wel echt even het logo aanpassen. Zeker weten. Ja. We gaan naar de eerste bulletin van vandaag. We hebben twee bulletins. Bulletin. Straks de bulletin met Dragon's Dogma 2. Dit is de eerste bulletin en die gaat over Elder Scrolls Online. Godverdomme, wat dat is mooi zeg. Ja, daar is hij dan. De bulletin. We hebben het nogmaals al een aantal weken over het feest wat op 5 en 6 april in de Sugar Factory in Amsterdam, halfweg eigenlijk, gaat plaatsvinden. Het 10-jarig ESO-evenement waar je naartoe kunt gaan. Daar kun je kaarten verkopen. In de chat staat weer het linkje erbij waar je de kaarten kunt kopen. Je kunt ze nu ook met Ideal betalen. Dat gaat dan via Elvia. Ook een hele toffe spot om naartoe te gaan. Maar Elvia heeft eigenlijk een winkel en daar kun je hem kopen. En die hebben wel Ideal. Daar was toch wel veel vraag naar om dat te doen. Kaarten kosten rond de €95. Maar mag je 2 dagen voor gaan. En eten en drinken onbeperkt zit in de prijs. Ja, dat is inclusief de alcoholico. En je krijgt er ook nog allerlei goodies bij. Nou, wat kun je er allemaal doen? Hands-on preview van de nieuwe uitbreiding Gold Road. Er zijn panels met voice actors en developers. Er zijn discussies. Verschil tussen tabletoppers en Elder Scrolls Online. Trivia. Tabletoppers? Tabletoppers. Ja, dat hebben ze dan blijkbaar de klassieke tabletoppers. Nee, tabletop games. Ja, dat weet ik. Maar het staat wel zo. Ze hebben het zo naar mij gemaild. Waarschijnlijk omdat ze ons dat tof vinden. Nou, dat denk ik inderdaad. Ja, dat is dan hoe ze dat gedaan hebben. Maar in principe is er nu copyright infringement. Ja, live muziek. Ledenbewerking, calligrafie, alchemie, cosplay, bijlwerpen, al dat soort dingen zijn allemaal aanwezig. Ik vind het wel gevaarlijk hoor. Onbeperkt gratis drinken en bijlwerpen. Dat is een combinatie. Je moet eerst een soort van deze shit doen. Zo van ja, dat kan ik nog. Dan kan je ook. Wie? Ja, en dan kan natuurlijk zijn dat mensen denken van hey, dus even kijken als ik €95 2 dagen, €45 ga ik me helemaal vol stoppen. Die hele ESO, dat maakt me niet uit. Biertjes ik ga per dag. Alleen maar eten en drinken daar een hele dag. Het is tot 8 uur open, 's avonds, van 10 tot 8. Wow. Een alchemie workshop? Ja. Nou, daar ga ik Daan wel bij neerzetten. Nou, dat bedoel ik. Van GameKings is in ieder geval aanwezig in den lijve van Jelle en Daan op de vrijdag. Dus mocht je gaan, vrijdag kun je ze in levende lijve tegenkomen. Je mag ze niet storen, want ze zijn aan het filmen natuurlijk. Maar wat ga je doen? Je mag ze ook niet voeren. Wat ga je leder bewerken? Het lijkt me ook wel wat voor jou. Leder, je houdt van... Zeker. Dit is wel iets wat ik voor mijn kleding maken staf kan doen. Ja. En alchemie, daar ga ik Daan neerzetten. Want die is wel ook van, weet ik vooral. Absint, groene absint, weet ik het wat. We gaan natuurlijk altijd even kijken bij de cosplay, want dat vinden we alle twee tof. Ik laat Daan bijlwerpen, want daar heb ik zelf niet zo heel veel mee. Maar leden bewerken, ja hoor, fuck it. Dat wil ik gewoon doen. Nee, absoluut. Het is gewoon één grote gezelligheid rondom Elder Scrolls Online. Dus mocht jij die game spelen, je zit in die community. Kunnen we niet Elder Scrolls een soort van Elder Scrolls Dungeons and Dragons-achtige one-shot doen met bezoekers? Dat is aan jullie. Je moet ook nog een item opnemen die dag. Ja, dat past dan niet meer. Dus natuurlijk. Dat is wel fijn. Maar ik zeg, Jelle maakt altijd tijd voor iemand vrij. Dus, vooral omdat hij geen nee kan zeggen. Dat klopt. Dat is het wel. En Daan is als ook... we aan hem zelf lachen, dan 100%. Ja, oké. Okay. Oh, leuk man. Ja, oké, okay, cool. Okay. Nee, precies. Ja. Het is een officieel evenement. Het is dus echt. Er zijn ook mensen aanwezig van die studio. Dus als je echt... Nou, het is een wereldwijd evenement zelfs. Dus er zijn denk ik ook cosplayers en whatnots, fans. Je hebt er ook een in Spanje. En er komt er ook nog eentje in andere landen. Traveled, maar, maar de... allereerste editie is dus in Nederland. Het is prima bereikbaar met openbaar vervoer. De trein die stopt er echt voor. Halfweg, station halfweg. Ja. Als je dus zin hebt, de kaart kun je halen. Staat gewoon netjes in de tekst of in de chat dat je het wil halen. En je kunt dus tegenwoordig nu ook met Ideal betalen. Dat linkje heb ik even bijgezet. Ik weet ook niet hoe groot die bijlen zijn. Je hebt ook hele kleine bijltjes. Ja, het hoeft niet alleen maar zo'n hele grote zijn. Het is ESO. Het moet heel groot zijn. Ja, moet lachwekkend groot zijn. Wee! Ja. Precies. Nee, het is gewoon bijwerpen. Dat kennen jullie toch wel. Het is ook zo'n ding wat je bij teamuitjes gedaan wordt en wat dan ook. Ja, als je wilt teambeelden, dan ga je met je collega's bijwerpen.
Anyway. Hoog verkeerd. Nou Frits, we kunnen er weer drie maanden tegenaan, hè? Ja. Gaan we naar dit... Ja, dat is ook wel grappig. Zit Star Wars Battlefront, ja, de Classic Collection. Zit een leuk verhaaltje aan vast. Koos wilde heel graag deze game spelen. Zeker. Groot Star Wars fan dus. Hij had mij opgedragen van... kijk of er een code voor beschikbaar is. Ik mailen naar Aspire. Dat is de uitgever. Aspire weer. Jesus Christ. Ik krijg gewoon geen reactie. Ik heb 2 keer gemaild. 0 reactie. En... Hebben die ooit wel eens een goede game uitgegeven? Ja. Of gemaakt? Tomb Raider Remastered was oké. Ja. Ja, oké. Okay. Die hebben zij ook gedaan, jezus. Wat ik heb, want dit is dus blijkbaar, er zit een online component in. Of het is online, dat weet ik in ieder geval niet. En 10.000 mensen wilden deze game spelen. En ze hadden 3 servers waar 64 man in konden. Nou ja, meer hadden ze dus, dat hadden ze wat ze hadden verwacht. En jezus, hé, wat erg zeg. Nah, Aspire heeft Battlefront uitgegeven. Ten eerste, 3 servers, dat levert ongeveer genoeg plek op voor net 200 man. Nee, dat bedoel ik. Dus ja, ze hadden verwacht dat er 200 man... Nee, dat is waar. Ja. Niemand, ik bedoel, als je denkt dat 200 man bij launch gaan spelen, dan ga je die hele fucking game niet eens maken. Ja. Oké, maar waarom maar hebben ze dan maar 200 mensen gedaan? Ze hebben natuurlijk pre-orders, dus ze weten wat de populariteit is. Ja. Ze zien hoeveel de trailer wordt bekeken. Ze hebben genoeg tools om ook social media te monitoren. Hoe hyped mensen zijn. Mensen waren hyped. Ik was hyped. Onze community was hyped. Gisteravond zouden we dit gaan spelen bij de Front Classic Collection. Rustig. En toen kwamen de eerste reviews naar buiten. Die waren vrij positief. Was allemaal pre-release. Gekocht? Nee, pre-release was dat. Er waren een handjevol mensen die de game wel hadden gekregen. Maar die waren betaald dan toch, als ze positief waren? Huh? Die game kan goed zijn, maar je kan niet spelen. Oh, zo. Nee, het was niet online. Dus je kon de game offline spelen. En er zaten wel wat gekkigheden in. Bijvoorbeeld dat je standaard inverted controls hebt die je niet kan veranderen. What the fuck is mis met je? Terwijl dat in de originele game bijvoorbeeld wel zat. Aspire. Maar ja, het is een blijf Aspire inderdaad. Maar... gekke dingetjes ook. Nu, als dan de game uit is, degene die een server host, zijn FPS is gelijk 30 FPS. Ja. Voor een game die zo fucking oud is, terwijl de rest 60 plus heeft. Ja. Maar weet je, dat is enorme lag. Je komt servers niet in, matchmaking broken. Geen hit detection. Het is de kutste Star Wars Battlefront release ever. Wow. Wat knap is, gezien de geschiedenis van Battlefront. Want Battlefront is eigenlijk vrijwel een cursed serie. Franchise, zeker. Ja, als je absoluut dacht dat het niet nog kutter kon... Ja, wacht dan af. Nee, het is echt bizar. Nou, online deed Battlefront 1 nog oké. Battlefront 2 was voor veel mensen zo goed als niet te spelen. Het meest opvallende was ook dat Aspire gewoon de hele fucking dag niks zei op social media. Dat is ook van, terwijl de shit in de fik stond. Daarom krijg ik dus geen reviewcode, omdat Aspire ook denkt, ik heb niet nog meer negativiteit nodig. Dus ik ga gewoon niks, geen codes. Doe gewoon alsof ik er niet ben. Nee. Ja, maar het is gewoon jammer. En die game is dan ook nog eens €35, weet je wel. En hij is qua data groter, wat lees ik nou? 62 gig is die, ja. Ja. Deze game is 62 gig. Zeg maar los is het 12, zeg maar origineel, voor beide games. Het is nu 62 in totaal. Ja, dat zou een grote 4K textures, dat zal ongetwijfeld met de 4K textures te maken hebben, maar ook gewoon een enorm gebrek aan optimalisatie. En zo kennen we Aspire. Ja. En wat we ook weten van Aspire is dat de post-launch support zo goed als niet gaat zijn. Ik denk dat ze nu nog een kleine paar dingetjes aanpassen, zodat de meeste mensen gewoon een bek houden en gewoon de volgende Star Wars product kopen. En zij gaan aan de volgende kut reboot. Ja, en dan mogen ze de volgende game vernuiken. Dus bizar. Nou, die Dino Anonymous, die zei net van Aspire, een brandstapel van content. Dat is wat deze ontwikkelaar en publisher is. Het is wel inderdaad gamesindustrie op zijn naast, inderdaad. Maar goed, slechtst vooral, ja. Precies. Ik denk echt niet dat ze het heel expres doen, maar ze kunnen echt helemaal niks. Ik denk dat ze gewoon geen fuck boeit. Daar lijkt het meer op, weet je wel. We zijn geen fans, we zijn geen gamers. We kunnen gewoon toevallig programmeren. Krijgen we deze opdracht, dat trappen toch eruit. Maar ja, dat mag van LucasArts. We kunnen dat heel goedkoop. Ja, we kunnen het met AI. Maar dat is waarschijnlijk de reden, weet je wel. Al die tekstjes zijn gewoon een AI upscaler heen gegaan. Nee. Ze hebben vrijwel niks veranderd. Het is echt dramatisch. Ja. Klein bruggetje, Star Wars. Nou, er was ook een andere studio, Respawn. Die was ook is bezig met Star Wars. Helaas, daar moeten dus ook mensen uit. Ook zij gaan weer mensen kwijtraken. Veel ook.
Het is een onderdeel van. Dat is nu deze. Volgens mij gisteren kwam dit naar buiten. Dat ook zij dus. Mensen ontslagen worden. Dat is echt super kut. Ook bij Guerrilla. Van als ik dat dan luister. Van, dat werd bekendgemaakt. En dan alle medewerkers wisten dus, er gaan mensen uit. En dan moet je de hele tijd F5'en, weet je. Want dan komen de mailtjes binnen. Dus je wist niet wie. En dan op een gegeven moment gaan mensen mailen. Zie je een Petertje jankend weglopen. Ja, precies. Ja, precies. Heel sick. Ja, nee. En ik was bij... Peter, als je wil praten, dan moet je maar komen, hè. En die mensen zijn nu overal solliciteren. Ik was bij een hardwarefabrikant deze week. En die zei ook al van, ik heb iemand van Guerrilla Games. Die komt bij ons. Die wilde gewoon sales gaan doen. Totaal iets anders. En dat vind ik echt fucking zonde. Van waarschijnlijk zo gefrustreerd. Ja, en het is ook wel zo van, als je bij Guerrilla werkt. Of in die top, weet je. Dan ga je ook misschien weer niet 1, 2, 3 bij een kleinere studio. Ga je niet voor Aspyr werken. Niet voor Aspyr, nee. Dat zou ik iedereen afraden. Dus dan ga je iets totaal anders doen. Waar je misschien wat meer security hebt voor je baan. Ja, misschien die nieuwe dingen kan leren. Als jij inderdaad met de Champions League Ajax hebt meegespeeld, is dat heel vervelend om dan eventjes naar RKC te moeten. Ja. Maar kun je nagaan hoe fucking gespannen zo'n dag moet zijn daar. Dat iedereen daar zit en dan er is altijd één of twee. In Amerika heb je daar speciale bedrijfjes voor die dat doen. Dat zijn mensen die huur je in en die gaan de mensen eruit pikken die ontslagen worden. En dan is iedereen naar de andere die gewoon, oh, kom jij ook maar mee. Dan weet je of fuck. Ja, neem je doosje maar mee met je plantje. Nou, alsof je met de bul mee moet, weet je wel. Ja. Oh. Maar dus 670 banen throughout EA, maar dus dat ook Respawn, want Respawn is natuurlijk wel de studio die vaak een beetje los leek. Ze zijn wel van de EA, maar gewoon een beetje, noemen dat, een beetje met rust gelaten wordt. Ze mogen hun eigen dingen doen. Ja, nou, hier staat toch... Dat is het Apex team, inderdaad. Apex Legends, level designer, Aaron Stump posted, it sucks seeing some of the people I've worked with for almost 3 years now. Ja. Let go. Dus het was ook echt random. Er waren mensen die een jaar zaten die eruit moesten, maar ook mensen die 16 jaar er zaten die eruit moesten. Ja... Leuke baan is dat. Daarom hebben ze het in Amerika, doen ze dat altijd door mensen die helemaal niks met dat bedrijf hebben. Die gaan gewoon op basis van Excelletjes. Oké, die gaat. Ja, maar het is nog ijskouder, man. Ja. Dan kan je even één gesprek. En meteen weg, hè? Met je manager en iemand van HR erbij. Ja. En dan, je kan zeggen wat je wil, maar opzouten. Nee, dat is inderdaad niet leuk. The Last of Us 2. Ja, dit mag je even verduidelijken. Want The Last of Us 2 Remastered. Is het nou zo dat The Last of Us 2 al op PC is? Nee. Nee, oké. Dus The Last of Us Part 2 komt nu waarschijnlijk ook vrij snel naar de PC toe. PlayStation is het nu echt in hoog tempo aan het eruit gooien. Wat blijft Gran Turismo? Hiroki Totoki? Ja, die dus blijkbaar inderdaad nog niet. Ja, goed, er moet ook geld binnenkomen. Dus in hoog tempo worden nu al die games ook naar de PC uitgebracht. Twee games. Hoeveel releases hebben die twee games samen gehad? 38. Nou ja, ik dacht dus dat er inderdaad ook al van The Last of Us 2 een PC-versie was. Ja. Nee, dat niet. Nee, maar okay, weet je, deze over 2 jaar komt het op je iPhone. Wordt zo ontiegelijk hard uitgemolken. Het neemt een beetje weg van de charme. Ja, onwijs. Het zijn echt gruwelijke fucking games. Ja. Maar, het is nog erger dan George Lucas die zijn shit de hele tijd aanpast. Ja. En dan krijg je straks Anna World of Warcraft. Heb je dus ook van eerst maken we van de oude versie een vernieuwde versie. En vervolgens gaan, omdat heel veel mensen toch het oude versie vetter vinden, gaan we de oude versie nog een keer uitbrengen. Dus dat krijgen we hierna dan weer. Dus we krijgen straks de Last of Us Classic Collection. Weet je, dan mag je de Last of Us... Hebben ze part 2 gedowngrade naar PlayStation 3 Last of Us 1 graphics. Ja. Zodat ze consistent... kan je dan via PlayStation Now op je PlayStation 5 spelen. Ja. Top. Maar ik kan me voorstellen, als jij The Last of Us 1 en 2 nog nooit hebt gespeeld en je wil hem op PC spelen. Ja, het zijn natuurlijk fantastische games. Dus laten we vooral hopen dat die eerste The Last of Us voor PC was echt een dramatische launch. Ja. Echt een dramatische launch weer, wat we helaas veel te vaak zien. En ik heb hem een tijdje geleden geprobeerd. En toen was hij wel enigszins oké. Maar ook deze game was weer in staat gereleased. Voor mij was hij onspeelbaar.
Inmiddels niet meer, maar ja, voor heel veel mensen toen wel. Fox. Ja, bijna wel, bijna wel. Nixus doet natuurlijk heel veel. Ik weet niet of ze deze game toevallig ook gedaan hebben, maar die zijn wel goed van het overzetten. Ja, maar Nixus wordt wel flink op heel veel ports gezet. Dus ja. Op een gegeven moment dan gaat het daar ook wringen natuurlijk, wat betreft capaciteit. En als je dan gaat opschalen, haal dan nog maar eens de juiste mensen binnen. Oh, ja, dat is een grote uitdaging. Aanstaande donderdag hebben we de Horizon launch. Ja. Kijk heel erg naar uit. Krijgen we een code? Ja. De wat? Horizon PC. Ja, precies. Brugje naar PC. Steam Deck, jongens. Het is een grote hit. Ook in de community. Ja. De ene en de andere koopt hem ook. Inmiddels 14.010 playable en verified games. Verified is 4604. Die zijn perfect. Super goed voor de Steam Deck. Dan playable doet het gewoon. 9400 en unsupported. Kan je dat dan spelen? Nee. Oké, dat is 3920. Maar het is inderdaad... Ik moet wel zeggen, sommige unsupported games doen het wel gewoon. Geen idee waarom. Misschien omdat er dan weer een update is wat betreft de Proton layer. Maar ja, nee, het zou kunnen. Ja, hij staat ertussen, Koos. Jouw topgame, de Star Wars Battlefront Classic. Voor mij was dat een ideale game ook om lekker op Steam Deck te gaan spelen. Ja, zeker weten. Ja, dat gaat hem inderdaad dus niet worden. Yakuza 5 Remastered, vet. Ja, er staat echt wel veel op. Ik zag ook Donnie weer, die is dan weer met allerlei programma's bezig, zodat hij ook Dragon's Dogma kon laten draaien. Of de character mode en dat soort dingen. Dus... je kan natuurlijk even modden. Het wordt tijd, je moet er eentje kopen. Ja, nee, dat weet ik. Ik moet eerst even het geld ervoor hebben. Als het niet je hebt al de packs of de arms om hem in ieder geval om hem te tillen. Ja, dat is inderdaad wel waar. Daar gebruik ik nog een steuntje, toch? Ja, zeker. Een kussentje, zo. Misschien hebben jullie het item al online zien staan als je premium baas bent. De interview wat ik heb gehad met Verbal Verdict, de maker daarvan, Bruce Kristelijn. Ik vond het een heel integrerend verhaal. Ik ga het proberen dit te verkopen aan Jelle en Koos. We gaan straks de game namelijk ook twee keer weggeven. Ik vond het namelijk heel leuk. Het is een detective. Ja, verkocht. Verkocht, hoppakee. Het is heel simpel. Dus als je de beelden ziet, dan denk je van oké, weet je. Het is natuurlijk een indie game. Twee mannen hebben dit gemaakt. Jij moet... Door middel van het verhoren van vier verdachtes moet jij uiteindelijk uitvinden wie het gedaan heeft. Nou, dat hebben we natuurlijk al, kennen we al heel lang. Maar de verdachten maken gebruik van ChatGPT. Dus dat betekent dat ze hebben een bepaalde parameters. Van jij bent het uiteindelijk en je zit een beetje zo in elkaar. Maar alle antwoorden, je kan ze alles vragen. Het is dus gewoon... Ja, maar dat vind ik dus super vet. Ik wou net zeggen, zijn we er nu al? En, ja, maar dat kan vrij makkelijk. Alleen nog niet op een hele, hele grote schaal. Maar het lijkt me hartstikke vreed. Heel en vet. Ik denk ook dat de uitdaging is om juist de karakters te breken. Nou ja, is het. Ik bedoel, ze spelen een rol. Dat is, vanuit die language model spelen ze een rol. Ze kennen een rol. Kijken of je dat kan breken. Dat lijkt me wel vet. Ze hebben dus feitelijk wat hij ze meegeeft. Geeft ze dus wel een soort van opdracht van een bepaald karakter. Maar vanuit daar kun je ze alles vragen. En dan met puzzel geven ze ook alles. Je mag het ze dus via een type of praten. En dan geven ze het ook via AI terug. Ja. De antwoorden zijn ook ChatGPT. Exact. En dat is fucking brut. Het is een game die het draait op een PC. Je moet wel een goede PC hebben, want je krijgt zeg maar het AI-programmaatje zit erbij. Want anders moest je namelijk online. Dus dat zit erin. Ja. En verder, wat je doet is van, bij wijze van spreken, er zijn twee verdachten. En dan heb je zoiets van, oké, dit is dus daar gebeurd. Oké, waar ben jij geweest? Ja, ik was met hem, was ik op dat feest. En terwijl zij zegt, ik was met hem bij de snackbar. En dan kun je dan moet je naar de snackbar om te kijken of daar sporen zijn. Dan ga je dus weer aan het vragen. Ja, maar zij heeft gezegd dat je naar de snackbar was. En dan kan hij dus of hij gaat doorliegen of hij zegt... Ja, verdomd, je hebt gelijk. Oh shit, ja nee, sorry man. Bent vergeten. Ja. En uiteindelijk moet je dus uitpuzzelen wie het gedaan heeft. Er staat op dit moment op Steam een demo online die je gratis kunt uitproberen. Dat is één case. En vanaf 24 maart staan er is de game in early access €7,50. Dus absoluut niet zoveel geld. Met een groot aantal cases. En die wordt dan constant aangevuld. En, ook nog. Ja, dus... Kan je hem wel al solven tot nu toe? Ja, de demo die kan je solven, inderdaad. Oké, wel solven. Ja, en het leuke dan... is ook nog eens een keer dat je aan het eind... dan zou ik denken van oké, dan ben je klaar. Nee, dan krijg ik nog bonusvragen...
waarbij je eigenlijk weer met de verdachtes verder kan gaan om andere dingen ook uit te vinden. Ik zou recht tegenover die persoon gaan zitten en heet dat de Howie-test? Weet je wel, wat je ook op het begin bij Blade Runner hebt, om te kijken of gewoon iemand... dat iemand gaat praten of niet, of gewoon dat je wacht. Om te kijken of iemand een echt mens is, ja. Of een replicant. Ja, want replicants blijven zitten en mensen beginnen op een gegeven moment gaan we niet wat zeggen? Dan ga ik hem helemaal psychologisch, de Huey-test. Was het de Huey? Ik dacht Howie. Ja, maar niet zo veel uit. Het staat dus inderdaad nu op Steam. Ik zie ook een aantal mensen die het hebben gewishlist. Vind ik hartstikke tof. Zeggen inderdaad, ik wil dit gaan spelen. Hoe heet het? Verbal Verdict. Twee jongens uit Groningen. Volgens mij, ik dacht dat ze uit het noorden van het land kwamen. Weet ik trouwens niet eens. Maar twee man die dit gemaakt hebben. Ik vind dit soort projecten tof. Vooral ook omdat het iets nieuws doet met AI. En wij het hier heel vaak hebben over RPG's. En weet je wel, dat je dan met elke NPC kan praten. Nou, dat. Ja, dat is toch dit. Alleen inderdaad natuurlijk logischerwijs in een heel prima, intiem project. Exact. Setting. Het heet Verbal Verdict. Verbal Verdict. En ik ga twee Steam-codes weggeven. Die je dus vanaf 24 maart kunt spelen. Vanaf 24 maart. En dan vraag ik even aan de redactie. Want ik wil dan uitroepteken. Verbal. Ja. Dat gaat hem zijn. Dus als je dat... En we doen het voor Twitch helaas. Helaas niet bij YouTube. Ik kan niet allebei doen volgens mij. YouTube is altijd zo achtergesteld, kindje. We kunnen het ook straks de andere doen. Ja? Zullen we dat proberen? Ja, ik weet niet of Jasper en onze stagiairs nu helemaal in paniek raken. Nee. Ja, ik zie vooral gewoon YouTube is aan het huilen. Dat ze weer buiten worden gesloten. Ja, maar daarom. We kunnen het ook misschien heen en weer. Doe één code. Gaan we nu weggeven via Twitch. Uitroepteken Verbal. En dan heb ik niet over verbal, maar V-E-R-B-A-L. Verbal. Ja. Uitroepteken Verbal. Zijn jullie daar ook wel klaar voor, chat? Ja, of niet chat, redactie. Maar er valt weer wat te winnen, zeker. Valt weer wat te winnen. Er valt weer gratis shit te krijgen. Ja. Onwijze Nederlanders die er zijn. Ik hoor wel van de regie als dit niet werkt. Maar volgens mij werkt het allemaal wel. En dan zou ik zeggen, beste mensen van de regie, haal er maar een winnaar uit. Wie gaat dit winnen? Wordt. Trek maar een winnaar. Goed zo, gebruiken Zeef, dat jij niet meedoet. Dat zou ik ook vooral gewoon... It's Brushy! Gefeliciteerd. Stuur even een whispertje naar ons op Twitch en dan krijg je de code meteen straks van mij... Kan je vanmiddag nog spelen? Nee, 24 maart. Kan je hem 24 maart spelen? Je kan hem wel alvast... Maar je kunt de demo al wel checken. Kan je de demo alvast checken? Ja. En... ik heb niet eens getypt, zegt deze Brushy. Reroll maar, zegt hij ook. Nou, dat is wel eerlijk. Oh. Wil je hem niet, trouwens? Dat is wel... Waarom werkt het niet? Dan zegt hij niet reroll maar... Nee, fair. Ja. Ja, moet hij hem rerollen? Nou, hoeft niet te rerollen. Haal er nog maar een winnaar uit dan. Nee, dat is rerollen. Ja, maar als het dus niet goed gaat, blijkbaar... Dat is een beetje het... ik had niet eens getipt. Hij heeft niet eens getipt. Nou, iets Brushy won wel. Reroll maar. Reroll. Ik hoop... Redactie, jullie moeten wel... Brammer X! Gaan we nou niet vertellen dat jij ook niet hebt gereroll? Heb jij iets gezegd? Brammer X. Brammer X. Brammer X. Brammer X. Brammer, Brammer, Brammer X. Die zit niet eens in de chat waarschijnlijk. Die was er vorige week pas. Ja, inderdaad. Nou, dan ga ik vanuit Brammer X. Als jij gewonnen hebt, ga gewoon even een whispertje sturen. En dan sturen we het Ik denk dat we gewoon zijn vergeten ergens reset eligibility aan te klikken. Has left the chat 15 minutes ago. Ja, kom op. Brammer X is er hoor. Hier staat hij. Brammer X is er hoor. Oh. Hij gaat hem krijgen. Oké. Hoe kunnen we dit... Maar deed je ook mee? Dat is de vraag. Ja, maar kunnen we dit ook op YouTube doen nu meteen? Nou, dat moet dan de regie eventjes heel duidelijk een ja of een nee in ons oor zeggen. Ik weet niet. Twee seconden inloggen. We zijn er mee bezig, dus dat kan dan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even nog een ander nieuwtje behandelen. Maar wil Brammer hem? Ja, Brammer wil hem. Anders had hij toch wel gezegd dat hij niet wil. Natuurlijk wil Brammer. TV. Dat gaat zeker weten. Ik heb nog niet eens gezien. Dankjewel. Hij weet mijn god niet wat hij gewonnen heeft. Ja, dat bedoel ik. Ik weet het niet hoor. Maakt geen... Als hij het gaat spelen, vindt hij het tof. Dat weet ik nu sowieso. Verbal verdict. Je moet, Brammer.
Jij bent nu een detective. En je moet die case klaren voor volgende week. Zeker. Bram wil hem niet. Nee, Bram wil hem wel. Bram heeft geen keuze. Bram heeft gewoon... Ja, nee, Bram, je hebt huiswerk, Bram. Ik weet niet hoe druk je het hebt. Ga je volgende week over. Volgende week is die case klaar, oké? Je kunt het helemaal samen met je vriendin doen. Of met je opa, oma, vader, moeder, vrienden. Je kunt allemaal gezellig mee proberen de boel op te lossen. Zijn we klaar voor YouTube? Vast wel. Ja, ja, lekker. Dan zeg ik, gaan we het even net iets anders doen. Uitroepteken. Ja, maar dat is dus ook wat de regie moet dat weten, hè, van tevoren. Ja, dat dus die ik. Moet dat wel dat meedoen. Dat stond voor mij. Dat okay. weet ik. Dat, ja. Uitroepteken, verdict. Oké. Okay. Uitroepteken, verdict. Dus de regie, wacht even in de chat met dat doen. Want eerst moet de regie het klaarzetten. Ja. En als die zeggen ja, dan mogen jullie. Ja. Ja. Uitroepteken, verdict. En dat is W-E-R-D-I-C-T. Want de game heet Verbal Verdict en staat gewoon op Steam. Dus probeer hem even uit. Kijk eens, daar gaan ze allemaal, hoor. YouTube. Alleen op YouTube. Ja, oh, ja, maar... Jongen, luister nou eens een keer, joh. Niet op Twitch. En nou doet It Rushy wel. Oh nee, die doet nu niet mee. Mafkezen. Ja, ze gaan het allemaal niet allemaal tegelijk, jongens. Oh. Gruesome zegt er, wat een paupers. Ja. Ja, dat is echt zo, hè. Dat is echt zo, Gruesome. Paupertjes. Nou ja, het gebeurt wel vaak, ja, inderdaad. Dat iemand iets wint en dan het niet komt ophalen online via de Whisper. Gebeurt heel dan, vaak, ja. Ja. Van, wat heb ik eigenlijk gewonnen, vraag dan. Wat heb ik eigenlijk gewonnen? Heb ik ook zo vaak met mijn eigen stream. Dat heb ik giveaways. En dan, hier man, hier heb ik... Oh, heb ik dat gewonnen? Nee, dat hoef ik niet, man. Ja. Oké, okay, waarom heb je meegedaan dan? Ja. Hashtag paupers. Omdat mensen gewoon een hele hebberige wezentjes zijn. Na de stream, zodat je ook niet kan rerollen op dat moment. Weet redactie. Je. Ja, dan waren ze dus nog bang ook. Regie, bepaal de winnaar maar. Ja, roll the gooi dice. Er maar uit. Roll the dice, daar komt hij. X wint ook op YouTube. Dat zou tof zijn. Ik gun het hem van harte. Tico heeft hem gewonnen. Tico. Wat moet die dan doen? Dit is geen Whisper Function. Ik zeg reroll maar, want ik dacht dat het de PlayStation 5 game was. Hij heeft geen PC. Jezus, Brammer. Nou, dan mogen jullie nog een keertje fucking... Nee, maar dan moet eerst de redactie weer naar fucking Twitch inloggen en wat dan ook. Nou, wacht even. Twitch heeft het gewoon verpest. Laat het gewoon twee keer weggeven in YouTube. Reroll maar in YouTube. Jongens, die Twitch, jullie hebben je kans gehad. Dat bedoel ik van, al meteen... De regie is ook echt helemaal god. Met die gretige vingertjes gelijk... Gewoon, je kan nog een keer volgens mij gewoon reroll doen. Ik heb niet gehoord voor welk platform dit is of welke game, maar kom maar. En sterker nog, waarschijnlijk doen ze gewoon mee omdat ze hashtag verdict zien staan, dan doen ze dat ook. Of uitroepteken verdict. Raakkast, 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Leipen. Maar hoe gaan die... Hoe doe ik dit dan? Qua die code aan deze mensen geven? Die moeten gewoon even... je weet nu welke dat zijn. Die kunnen onder deze video nu gewoon eventjes een commentje droppen. Ja. En dan sturen we het gewoon naar hun drop account. Drop even een commentje. Gaan we dat doen inderdaad. Goed, ben ik ook weer klaar mee. Want ik ga onmiddellijk regie vragen om de tweede bulletin in te gaan starten. Want we gaan toe naar de première van... Het Dragon's Dogma 2 character. Daar ga ik zo wat over vertellen. Het is nu tijd voor de bulletin van Dragon's Dogma 2. Bulletin. Juist. Bulletin. Wat was er aan de hand? Een week geleden is live gekomen de character creator. Ik moet even goed zeggen van Dragon's Dogma 2. Die kun je dus downloaden op Steam. Dan kun je alvast je character maken. Die je dan vervolgens in de game kunt zetten. Ik kan je eigenlijk nu al uit eigen ervaring vertellen dat je dat vooral moet doen. Want je wil het niet doen als je de game gaat spelen. Daarmee was er een speciale actie. Capcom heeft een aantal creators in de wereld gevraagd om een karakter aan te maken. Een pawn. En die pawn, daar gaan zij dan uit kiezen. Dus waarschijnlijk de Spaanse en een Franse en een Duitse. En dus ook van GameKings 1 vandaan. En zij gaan bepalen welke het meest goed zijn. En die komen dan straks... in de game. Die kun jij dan feitelijk in de game als pawn gaan ophalen. Van oké, Daan, kom maar mij helpen tijdens mijn battle. En ik heb Daan de opdracht gegeven van oké, maak een pawn. Want dat vindt hij altijd leuk om een beetje te knutselen met dat soort dingen. Hij is aan de slag gegaan en hij heeft een filmpje gemaakt. Eigenlijk een making of de Daan pawn. En daar gaan we even naar kijken. Nou, boys, dank jullie wel voor deze fijne live inbelverbinding, die niet helemaal live is. Het is hier namelijk donderdagavond. Ik had helaas geen tijd om bij jullie nu live in de uitzending in te bellen en te laten zien waar ik mee bezig ben. Want jij had een speciale uitdaging voor mij. Namelijk, maak een pawn in de Character Creator Tool van Dragon's Dogma 2. Nou, als je niet weet wat een pawn is,
In Dragon's Dogma 2 speel je als een held, als de Arisen. En die Arisen die jij speelt, die heeft ten alle tijde, kan die in ieder geval, drie companions, huurlingen-achtige, meenemen op pad. En die pawns die kan je dus ook maken in de Character Creator Tool van Dragon's Dogma 2. Er zit dus wel een speciale prijs aan verbonden in dit geval, wat jij zei tegen mij. Jij kan, als jij de beste versie van jezelf, de meest eerlijke versie van jezelf namaakt en die lijkt er het beste op, dan zou het zomaar eens kunnen dat jouw pawn, Daan van den Brink, officieel wordt verwerkt in Dragon's Dogma 2. Nou, dat is natuurlijk een gigantische eer, dus wij gaan aan de slag met het maken van Daan van den Brink in Dragon's Dogma 2. Ik ben niet een heel uitgesproken loper. Dit is wel min of meer fair. Nu moeten we wat doen aan die kop van deze jongen. Hij heeft nog steeds een beetje een Duits bekkie. Oké, wel zeker 75 nek vet. Lange tip. Thickness. Ja, ik heb wel redelijk doorschijnend. Kijk. Nu komen we ergens. Meest aanwezig is de snor. Dit is niet de stijl die ik ambieer. Maar het is wel de stijl die het meest in de buurt komt. Ik denk eerlijk gezegd dat we er wel zo'n beetje zijn. Kunnen wij... toggle equipment. Zo. Toffe jongen. Nou, dit is wel eigenlijk wel een beetje wat ik ervan verwacht om mijzelf op het slagveld te zien dragen. We hebben het gedaan. We hebben het gemaakt. We hebben een pawn gemaakt van mijzelf. Oftewel Daan. De 101 kilo zware gevechtsvriend. Want het is een kind-hearted person. Ik hoop dat jij ermee aan de slag kan. Dus niet alleen de game, maar met mij. Maar voor nu ga ik iets heel speciaals doen. Want ik zei net al van, als ik maar de code krijg. Ik kan je vertellen, ik heb net de code binnen. Vanuitgaan dat ik dat mag vertellen. Zo niet, dan heb je hier een scoop gehoord aan het einde van de week live. Jongens, terug naar jullie. Spelen! Daar is die hoor. Ik weet niet, volgens mij zat er ook een afbeelding bij van hoe het nu geworden is. Dat we dan nog even voor ons kunnen krijgen. Ik ben nu met Capcom bezig. Want ik zei van, oké, we hebben hem gemaakt. Hoe moet ik hem nou opsturen? Nou, dat was nog een beetje een raadsel van hoe dat dan helemaal in zijn werk ging. Maar goed, daar ga ik af. Daar is die hoor. Ja, het is hem wel. Ja, het is insane. Het is fucking vet. Ja. Vooral ook dat hij dat echt bijna buiten het plaatje al reist. Omdat hij zo groot is. Ja. Nee, dit is heel vet om Daan als pawn mee te nemen in Dragon's Dogma. Maar met zijn armen zien er toch helemaal niet gek uit. Want we zaten net te kijken. Armlengte was min 47. Ja, maar... hij heeft hele korte armen blijkbaar, vindt Daan zelf. Maar het ziet er helemaal niet zo uit, toch? Nee. Nou ja, ik heb er nog nooit op gelet. Maar dat gaan we dus volgende keer doen. Nee, misschien ik bedoel hier in dit plaatje. Oh, hier? Nee, ja. Nee, ook zo. Ja. Nou, aan de andere kant, als je gaat staan... Volgens mij komen je armen wel onder je ballen vandaan. Als het ware. En hier niet. Ja. Dus ja. Volgende week vrijdag, dan kan iedereen maar aan de slag. Dragon's Dogma 2. Dat gaan wij ook doen. We gaan een mooie stream maken om 4 uur dan. De game komt nu ook wel bij ons. Dus waarschijnlijk gaan hier weekenden vol gespeeld worden. Aan de ene kant de Rise of the Ronin crew. Aan de andere kant heb je Dragon's Dogma 2 crew. Het is weer een mooie weken qua vette games die eruit komen. Helaas voor Koos, die wilde natuurlijk Star Wars Battlecock Front, weet ik wat het allemaal Battlecock. Is. Okay. Precies. Battlecont. Battlecont. Wat, maar, als die shit gefixt wordt, ik ga hem nog steeds kopen, dat wel. Maar ja, je wilt het liefst dit soort dingen, vooral de manier waarop het gaat, wil je niet supporten. Maar ja, mijn vlees is ook zwak. Nee. Weet je, ik ben een Star Wars nerd en ik hou van Battlefront. Ja, dus ik ga hem uiteindelijk wel kopen. Road Joker gaat mevrouw van der Ven weer maken. Die was zo goed. Nee, je kan de meest waanzinnige shit Joker maken. Ja. Ik laat het zo zeggen. Er is wel daarvoor één, had hij gewonnen. Er is wel één ding. Dragon's Dogma is een hele lange game. En als je iets maakt wat funny is, dan moet je wel zeker weten of je daar ook 60, 70 uur tegenaan wil koekeloeren. Want op een gegeven moment kan je misschien juist ook wel... dat je denkt van, ik ben nu wel echt wel klaar mee met het grapje wat ik gemaakt heb.
Dat is altijd wel een dingetje natuurlijk. Ja, dat is een goede warning, ja. Ja, binnenkort kun je er gewoon lekker zelf mee aan de slag. En ja, goed, ik ben heel benieuwd wat wij er gaan vinden. We gaan het met 3 man ook echt spelen. Dus we hebben even de tijd ervoor nodig. De stream komt er ook aan. Hey Dan. Gaat helemaal tof worden. City. Kijk eens, daar is Dan. Nou Dan, we vonden... Ja, je bent net voorbij gekomen. Net. Precies, we vonden het allemaal hartstikke tof. We gaan allemaal met jou spelen. Niemand vond het cool. We gaan iedereen gaat met je spelen. Geil buikje inderdaad. Nee, je bent wel oprecht. Oprecht dat je het doet. Ik ga even naar eigenlijk het laatste onderwerp toe. Want we gaan straks ombouwen, dames en heren, voor de 150, de hashtag 150 editie van Nerd Culture Live. Hele speciale show. Er komt iemand vanuit Mexico, die komt er ook bij. Ik hoop dat hij weer beter is, want deze week had hij verkeerde enchiladas gegeten. Er gaan een heleboel leuke dingen gebeuren, heb ik gehoord. Maar ik weet ook van de helft niet. Dus kom straks allemaal kijken op GameKings, het Twitch-kanaal en het YouTube-kanaal van Nerd Culture. Dus niet het YouTube-kanaal van GameKings, het YouTube-kanaal van Nerd Culture. Yes. Daar dus en bij GameKings vanaf 4 uur, ik denk een uurtje of 2, Nerd Culture gezelligheid. Er is dus een groot videogame museum in Amerika. En die houden een beetje bij van... De NBA heeft dat ook, weet je. De NFL, al die sporten van... Je kan in de Hall of Fame komen. Als je echt iets betekend hebt voor de sport... dan kom je op een gegeven moment in de Hall of Fame. Of wordt bijvoorbeeld bij een club wordt je jersey opgehangen. Dan mag niemand meer met dat rugnummer spelen. Nou, dat hebben ze ook bij de World Video Game Hall of Fame list. Ik ga even met jullie doornemen. Er zijn weer een aantal kandidaten. Dit zijn kandidaten. Ze zijn er nog niet. Dus dit zijn de kandidaten. Kandidaten. Oh, okay. Yeah. Dan gaan we even kijken of jullie het mee eens zijn dat deze... Een plekje in de Hall of Fame. Asteroids. Heeft Asteroids... Tuurlijk. Ja, toch? Is dat die Arkanoid shit? Nee, het is Asteroid. Asteroids, ja. Schieten. Oh nee, dat is die. Ja, oké. Okay. Het werd al snel dus populairder dan Space Invaders. Dit is wel echt een hele grote naam wat dat betreft... die erin hoort te komen. Een andere is Elite. Daar hoor ik Boris altijd heel veel over. Ja, ik ken het zeker. Niet ook zoveel. Ja, niet bekend mee. Nee, dat is inderdaad spaceships die je kon controleren. Guitar Hero, vind ik wel een leuke. Ja, die moeten zeker in. Dat was gewoon echt... dat heeft iets bewerkstelligd. Echt een periode waarin peripherals weer ineens... overal vandaan kwamen. Mm. Het was super cool. En we hebben er zoveel spin-offs. Rock Band, DJ Hero... En genoeg andere dingen van gezien. Het heeft een hele grote impact gehad. En ik denk dat dat zeker een vereiste moet zijn voor de Hall of Fame. Waarom zijn ze hier eigenlijk nooit meer mee door? Ik bedoel, op een gegeven moment werd het heel veel. Er klaar mee. Klaar. Dat wel. Yeah? Ja. Zoveel maar nummers zou het nu weer tijd zijn om na 10 jaar om weer een nieuwe te doen? Ik denk dat het op een andere manier moet. Zeg maar, deze via die plastic speelgoed dingetjes, dat hebben we nu wel meegemaakt. Ja. Wat is de volgende stap? Daar ben ik misschien wat meer benieuwd naar. Dan hebben we er een, dan weet ik al bijna zeker dat Koos gezegd dat hij erin hoort. Metroid, tuurlijk. 1986. Ja, ook. Bam, heb jij die gespeeld? De original? Zeker, ja. Ik heb hem zowel op de NES gespeeld als later nog op de Game Boy Advance SP. Want toen had je op een gegeven moment NES Classics werden toen uitgebracht. Een geweldige game, geweldig franchise. Natuurlijk een geweldige reveal ook op het einde. Dat het poppetje waarmee je speelde gewoon een vrouw bleek te zijn. Mm-hmm. Wat toen... Mindblown was en super vet. En natuurlijk, het heeft een genre echt op de kaart gezet. Ja, zeker weten. Gaan we even naar beneden. Mist. Ja, wat mij betreft is dat ook wel echt... Jezus, wat was dat vet vroeger, man. Omdat zij al met soort van fotorealistische graphics kwamen... in een tijd dat alles nog pixelig was, was dit wel echt... Ja. Ik vergaapte me eraan. Ik vond ze vaak wel moeilijk... Geduld issues, maar wel erg tof. Goed klikken, goed raakklikken. Neopets heb ik nog nooit van gehoord. Nee, 1999. Het is een staple of browser-based free-to-play game. Laat maar zitten. Resident Evil. Tuurlijk. Ja. Hallo. Tuurlijk. SimCity, tuurlijk. Ook erbij. Ja, ik ga straks de moeilijke vraag stellen. Dan mag je de 3 kiezen. Dan Tokimeki Memorial. Kunnen we niks over zeggen. Tony Hawk, Pro tuurlijk. Skate. Jezus. Ja, man. Ultima is natuurlijk ook wel een legend, hè? Zeker. En You Don't Know Jack kennen we niet. Oké, Koos en Jelle, je mogen er allebei 3 kiezen. Ik zou zeggen Guitar Hero. 1. Metroid. 2. En... Scroll naar beneden. Res of Tony Hawk. Tony Hawk, denk ik, ja.
Doe jij Tony Hawk? Ja. Nou, dan zet ik voor jou zet ik Resident Evil erin. Thanks. En voor JJ Mist en voor mezelf Sim City. Ja, ja. Nee, ik denk dat ik vind Tony Hawk. Ik heb dat. We ben er zelf niet zo'n fan van, maar dat is wel echt het skate genre nee, is door hem. Zeg maar hoe games vroeger echt voor nerds waren en, ja. en nu iedereen speelde. Dat heeft Tony Hawk Pro Skater teweeg gebracht. Weet je wel? Skateboarden was. Ja, ik wil niet zeggen op zijn retour. Ja, ik denk wel een beetje op zijn retour op dat moment. Mm-hmm. En het heeft het gewoon compleet nieuw leven ingeblazen. En echt qua culturele impact was dat zo groot. En ja. ook de muziekgenres natuurlijk. Ja. Nee, maar dat, heel dat veel van awesome. Deze games die horen daar gewoon in die Hall of Fame. En hè, nu zijn het de genomineerden, maar over twee, degene die het niet. Hoeveel gaan ze er hiervan erin stoppen? Oh, weet je niet. Maar I don't know, man. Stel, het zijn er drie inderdaad. Ja. Dan een paar jaar later staan degene die verdelen ze gewoon over. Het is niet dat ze daarna nooit meer erin komen, denk ik. Want bijna alles hoort er wel in. Ja, nee, dit zijn wel legendes. Niet alles kennen we, maar dit zijn wel echt bepalende games geweest. Goed. Het is een paar minuten voor 3:30. We gaan hem afsluiten. En dan gaan we eventjes een klein ombouwtje doen om 4:00 te stappen met Nerd Culture. Nummertje 150. Wees erbij. Gaat één groot feestje worden. Met allerlei leukigheid. Hopelijk voor iedereen. Dus kom gewoon straks kijken. Deze video, podcast. Wat het ook allemaal is, stream werd mede mogelijk gemaakt door MSI. Het is gaan we niet nog de dilemma's doen? Ja, ik heb de hele tijd op te wachten. Ik wil hem om 3:30 stoppen, dacht ik. Van, ja, nou, daar heb je 4 minuten voor 5 dilemma's. Sorry, daar gaan ze dilemma's. Rise of the Ronin of Dragon's Dogma 2? Nu spelen. Rise of the Ronin. Ja, die ene speel ik al. En ja, ik kan ze nu alle twee spelen. Ja. Jelle kan ze dus wat kies je dan? Ja, ik ga Rise of the Ronin eerst uitspelen en daarna door met de volgende. Dus Dragon's Dogma. Bij mij is het nu Rise of the Ronin, ja. Het grappige is, dit is geen dilemma. Dit is namelijk een werkelijke keuze die gamers moeten maken. Want ze liggen allebei op de 22e in de dan winkel. Dan is het toch wel een dilemma? Ja, oké, dan is het nog... Nee, maar dilemma's verzin ik meestal. Van, het is een hypothetisch dilemma, weet ja, je wel. Ja, nee, deze is heel dit is insane echt. Dat ze die op dezelfde dag gaan uitbrengen. Ik zie wel in de chat dat er meer DD2's. YouTube gaat wel wat meer richting Rise of the Ronin. Dus, ja, ik heb meer met die YouTube gasten, man. Ja, of kappen met arm zijn. Dat is wel een hele goede. Stop being poor. Dan in het kader van wat moet er nou met die AAA games gaan gebeuren? Moeten ze minder lang worden of dezelfde lengte en de prijs verhogen? Dat is een moeilijke prijs verhogen. Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Sommige games mogen echt wel. Zeker. Sommige games mogen ook 10 uur zijn. Maar ik heb liever een game van 40 uur. Die wel goed is. En ja, wij betalen toch niks. Maar met alle liefde betaal ik €100 voor een cyberpunk game en shit hoor. Echt geen enkel probleem. Voor mij mogen games wel wat korter worden. Ja, snap ik ook. Niet allemaal, maar heel veel van die gaasachtige of die open wereld games mogen voor mij echt, kunnen voor mij echt een stukje korter en dan gewoon dezelfde prijs. Steam Deck kopen of Switch 2? Steam Deck. Switch 2. Ik ga ook voor de Steam Deck dan uiteindelijk. Inderdaad, dat is waar. Dat is waar. Ik weet niet wat er waar was, maar het is wel zo. Ik zit nog te denken Switch 2, maar denk van, daar ben ik niet. Nee, kijk, die Switch 2, op de Switch. Daar val je niks tegen in te brengen, Jelle. Nee. Je moet je bek houden. Al je fucking arguments zijn invalid tot een punt, hè. Je kan je Steam Deck modden naar Switch. Precies. Ik ga PC games wel gewoon op een PC of op een laptop spelen. En als ik dan als ik dan een handheld, dan wil ik gewoon dat het Nintendo games zijn. Dan wil ik Toad's Treasure Tracker spelen. Nee, en dat kan je doen op de Steam Deck. Ja. Oké, als je mocht kiezen, over een maand de nieuwe Red Dead, een nieuwe Red Dead spelen of een nieuwe The Witcher? Altijd The Witcher. De Red Dead hoef ik nooit meer te spelen. Dat is al prima Red game Dead. Geweest. Ja? Omdat ik gewoon de setting... Je bent een cowboytje, gaatje. Cooler. En Red Dead 2, ondanks dat ik de eerste keer er echt niet in kwam... op het moment dat hij me wel greep... was het zo'n epische ervaring. Ja. En natuurlijk is The Witcher dat ook. En ik durf ook wel te zeggen dat The Witcher de betere game is. Maar Red Dead is net wat meer in mijn straatje. Het is wel zo dat ik denk dat de lore van The Witcher... meer nieuwigheid kan brengen dan Red Dead, wat toch heel erg cowboy en indiaan is. Weet je, wat kun je daar nu nog heel anders doen? Of zeg ik nu gekke dingen? Nou ja, dat is gewoon dat. Dat is het Wilde Westen. Daar kan je ook wel heel veel andere dingen in doen. Maar Cowboys versus Aliens. Bijvoorbeeld, ja. Dat zou kunnen. Cowboys versus Undead hebben we natuurlijk al gezien, maar dat was ook vet. Dus je kan er heel veel mee. Maar ik heb gewoon wat meer met The Witcher dan met Red Dead.
Precies. En dan de laatste vraag. Ja, we kunnen hem eindelijk weer stellen, jongens. Dat is de vraag die wij altijd als grapje zeggen als je fans tegenkomt. Ja. De vraag is het altijd. Maar inmiddels PlayStation of Xbox. Wie is er op dit moment beter? Hoezo inmiddels? Waarom is dat nu ineens wel een ding? Waarom mag je dat nu wel vragen? Omdat je nu hebt van allebei zijn ze een beetje de koers kwijt. Dus waar ben je dan nu nog meer fan van? Het was voor mij altijd Xbox, maar ik weet het nu op dit moment even niet meer. Voor mij PlayStation, maar dat heeft simpelweg met die singleplayer exclusives te maken. En daar heeft gewoon Xbox echt veel te lang de plank echt misgeslagen. Bijna elke release is er wel flink wat op aan te merken. En ja, het is gewoon jammer. De Xbox niet, ze stept daar game up. En dat gaat ook echt wel weer een keertje gebeuren. Maar op dit moment is dat voor mij PlayStation. Ja, ik vind Xbox de laatste paar jaren alsnog vind ik een charmanter, toffer bedrijf. Met een toffere service. Dat wel, daar ben ik het ook mee eens hoor. Maar... En ik moet ook wel zeggen, Game Pass in combinatie met multiplayer games, dat is fantastisch. Ja, dat. Dus dat heb ik. De laatste, maar in, overal gezien heb ik gewoon echt een jeugdsentiment voor PlayStation. Wat er gewoon ingebrand zit. Nou, voor mij is dat van het jeugdsentiment allebei hetzelfde wel. Ja, nee, ja. De kleur grijs van de eerste Xbox, dat is voor mij een van de dingen die gaming defineert. Dus als je zegt, PlayStation bedoel je. Ja, wat zei ik? Xbox. Nou, het is raar hoe mijn hersenen altijd dingen flippen. Als ik het wil hebben over Star Trek, heb ik het over Star Wars. En andersom. Ja. Hoe de fuck heb ik dat, joh? Maar anyways... wat ik zeg, als ik dat zie staan, de vraag, PlayStation of Xbox, dan denk ik automatisch, oké, PlayStation grijs. En dan is dat het ding. Ja. Maar het voelt voor mij bijna weer, kijk, de vorige Xbox generatie was echt een compleet verloren generatie. En het voelt alsof deze generatie niet heel erg veel anders is, weet je. De generatie niet. En ik vind alleen Game Pass gewoon heel tof. En Phil is, ondanks dat hij het opfokt en dat we pikken alles van hem, is het ook wel een toffe, een likable guy. Ja, nee, maar naar Xbox One en Xbox Series, weet je, dat zijn twee generaties. Ja. Ga jij voor een derde generatie, trap je er nog een keer in? Ik zou op dit moment niet weten wat ik moet kiezen. Ik heb voor allebei niet zo... Ik speel op de Xbox omdat hij er staat, maar... Nee, ik vind het inmiddels wel... Drie maal scheepsrechten, hè? Ik bedoel, als je dan weer teleurgesteld bent halverwege... dan ligt het ook een beetje aan jezelf. Nee, zeker. Ja. Dus daarom had Full ik het ook nuance. Een beetje in gegooid van... de vraag is best wel relevant. Maar het antwoord is PC. Ja, is ja maar dat voor staat hier niet. Nee, maar ja, die gooi ik er toch nog maar even in, hè? Yes! Nou, nu is het 2 minuten. Mag ik nu? Mag ik hem afsluiten, Klaas? Ja, mag het, ja. Mensen zeggen van, ik wil naar huis toe. Ja, dat wil ik eigenlijk wel, maar ik blijf nog wel even hangen. Want ik wil Nerd Culture ook wel eventjes meemaken. Alhoewel er wel een hele leuke game op mij staat te wachten thuis. Anyway, deze uitzending en eigenlijk de hele PC-markt is mede mogelijk gemaakt door MSI. En je weet het, ze hebben die hele fijne landingspagina samen met McGaggo, waar allerhande laptops, PC's, moederborden, videokaarten, monitor, het staat er allemaal met leuke kortingen. En deze week hadden we even de MSI Titan 18HX eventjes eruit gelicht. Dat is die ongelooflijk krachtige laptop. Niet heel goedkoop. Maar goed, je weet het nooit. Sommige mensen kopen ook een Ferrari. Wie weet wil je dan deze kopen. Ga even een biertje pakken. Misschien even... Ja, we moeten bier halen. Jullie moeten bier halen. Sapje chips erbij. Of iets heel gezonds kan natuurlijk ook. Hè? Een upshake. Dat maakt ook allemaal niet uit. Gaan we straks vanaf 4 uur kijken naar de 150ste editie van Nerd Culture. Yes. En er gaan een hoop verrassingen bij zijn. Let op. Kom gewoon allemaal gezellig kijken.